Amen. Welcome, everybody. Let's sing a few songs. We're going to praise God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. And in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Hallelujah. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. In the name of Jesus. And in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. And in the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Hallelujah. Tell me who can stand before us. Tell me who can stand before us. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. I've got a life of God. I've got the life of God in me. I've got the life of God in me. I've got His life, His danger and His ability. I've got the life of God. I've got the life of God in me. I've got the life of God in me. I've got His life, His nature and His ability. I've got the life. I mean, we have a vision for the nation. We have a vision. And for this nation, we share a dream. Share a dream, and for this land, we join with angels in celebration. And by faith we speak revival to this land, where every knee shall bow, where every knee shall bow and worship You. Tremendous, amen, to be here in this conference, amen. Also, if you're watching through the live stream, amen, we want to welcome you this morning. We're going to have some tremendous sermons. First, Pastor Peter Mayor is going to preach for us, then Pastor Johan Hauptmann, amen. Give Pastor Mayor a great welcome if he will come forward. Thank you. Amen. It's a privilege to be here to preach the gospel. Geweldig voorrecht. Thank you, Pastor Schuitema, for allowing me. Geweldig voorrecht om hier te zijn in deze conferentie te mogen preken. Ik bedank Pastor Schuitema daarvoor. Amen. It's great to have a lot of people watching through a livestream. Ook geweldig om te weten dat er ontzettend veel mensen hebben afgestemd op deze livestream. And let's open up our Bible for the third time this week because we several pastors preached already about out of the book of Judges about Joshua, and so let's read Judges chapter 2. Laat onze Bijbel openslaan naar het boek van Jozua deze ochtend. I read an article on BBC with the headlines "Why was Winston Churchill important?" Ik heb een keer een artikel gelezen van de BBC met als koptekst "Waarom was Winston Churchill zo belangrijk?"
He was probably the most popular British prime minister. Hij was wellicht de meest belangrijkste en de meest bekendste minister-president van de Verenigde van het Koninkrijk. At least of the 20th century, and he led the country during the Second World War. In ieder geval zeker in de 20ste eeuw, en hij heeft het land geleid door de Tweede Wereldoorlog heen. Amen. He was a hero to many, and his speeches are some of the most famous in history. Hij was een van de meest belangrijkste inspirators en helden van die tijd. He is credited as being one of the driving forces that inspired the UK to keep fighting against Nazi Germany. Hem wordt toebedeeld dat hij een van de meest krachtigste drijvende krachten was in het verdrijven van Nazi Duitsland. So when he died, he received a state funeral. Zo toen hij stierf, gaven ze hem ter ere een staatsbegrafenis. He was the only prime minister who received this. Hij is de enige minister-president die zo'n eer gekregen heeft. His was the first state funeral of a non-royal family member since 1935. Zijn staatsbegrafenis is de eerste geweest die niet van de koninklijke familie is sinds 1935. And up to 2020, it remains the most recent state funeral in the United Kingdom. En tot 2020 is dit een van de meest recente staatsbegrafenissen geweest in onze tijd. He said and did many things many people don't like. Hij heeft heel veel dingen gedaan en ook gezegd wat mensen niet leuk vonden. He wasn't the most diplomatic man in the world. Hij was niet de meest diplomatieke man die we hebben gekend op aarde. I want to mention a few of his quotes. En ik wil een paar dingen met betrekking tot zijn uitspraken aanhalen. One day he told a lady. Op een dag zei hij tegen een vrouw. I may be drunk, miss. Misschien ben ik een dronkaard. But in the morning I will be sober. Maar in de ochtend sta ik altijd weer nuchter op. But you will still be ugly. Maar jij blijft altijd lelijk. A second one, a woman who apparently didn't like Churchill. Er was een vrouw die waarschijnlijk Churchill niet zo leuk vond. She once said, if I had a husband like you, I would give him poison. En zij zei, als ik een man had gehad zoals jij bent, dan had ik hem vergif gegeven. Madam, he replied with a smile. En zij antwoordde met een hele grote glimlach. If I had a wife like you, I would probably drink it. Zei hij, als jij mijn vrouw was geweest, dan had ik zeker dat gif opgedronken. Then another one, Mr. Adderley is a very modest man. Hij zei op een dag, Mr. Adderley is een zeer bescheiden man. Indeed, he has a lot to be modest about. En ja, hij heeft inderdaad heel veel om erg bescheiden over te zijn. Nou, let's use some more serious remarks this morning. Nou, laten we kijken naar een paar betere aanhalingen deze week. He said a pessimist sees difficulty in every opportunity. Hij zegt een pessimist ziet elke keer een probleem in elke gelegenheid. The optimist sees the opportunity in every difficulty. En de optimist ziet altijd een oplossing en een gelegenheid in een moeilijkheid. During the war, he said, there's no time for easy things. And comfort. Tijdens de oorlog zei hij eens, is er geen tijd voor comfort en voor gemakzucht. It's time to dare and to endure. Het is dan de tijd om te durven en om ooit op te staan. Another one, if you're going through hell, keep going. Een andere is, als je door de hel gaat, blijf daar doorheen gaan. This man was a fighter. Deze man was een vechter. This man inspired many people. Hij inspireerde ontzettend veel mensen. He said, you have enemies. Hij zegt, je hebt vijanden. Good. Heel goed. That means you've stood up for something. Want dat betekent dat je in ieder geval ergens voor staat. Something in your life. Iets in je leven. Then another one, he said, I'm easily satisfied with the very best. Eén zei hij ook, ik ben heel makkelijk tevreden te stellen met het allerbeste. Then the last one, history will be kind for me, for I intend to write it. En hij zei als laatste, de geschiedenis zal mij heel goed gezind zijn, omdat ik besloten heb het te schrijven. He was not the most humble man in the world, but this man, he accomplished many things in life, and he was an inspiration to many. Hij was niet de meest nederige man op aarde, maar hij heeft wel ontzettend veel gedaan en ontzettend veel bereikt. He was known, Churchill was known for the way he could inspire people. Hij stond absoluut onbekend. Bekend dat hij in staat was mannen en vrouwen te inspireren. Last year I went with my son to the Winston Churchill Museum in London. Afgelopen jaar samen met mijn zoon waren we gegaan naar het museum van Winston Churchill in Engeland. I would recommend it if you ever are in London. En mocht je een keer daar naartoe gaan, dan beveel ik het aan. He's an inspiration. Het is zeer inspirerend. I entitled my sermon The Influencer. Ik heb mijn titel gegeven aan mijn preek en dat is The Influencer.
Let's read Judges chapter 2. Laten we gaan lezen uit Richter in hoofdstuk 2. Verse 6 till 12. Vers 6 tot en met 12. After Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possession of the land, each to their own inheritance. Toen Joshua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken, ieder naar zijn erfdeel om het land in bezit te nemen. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Joshua en van de oudsten die Joshua overleefden en die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died in the age of 110. En Joshua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf 110 jaar oud. And they buried him in the land of the inheritance and at Timnah Heres and in the hill of country of Ephraim, north of Mount Gash. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel te Nibmat Geras, in het gebied van Ephraim ten noorden van de berg Gaas. After that whole generation had been gathered to the ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen. They forsook the Lord, the God of their ancestors, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of people around them and they aroused the Lord's anger. Ze verlieten de Heere, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, lieten andere goden achterna, uit de goden der volkeren rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heere. The word influencer is a very popular term nowadays. Het woord de influencer is zeer populair heden ten dagen. Many millenniums, the generation that was born after 2000. In het millennium, dat zijn de mensen die na 2000 geboren zijn. They are influenced by so-called influencers on the internet. Worden ontzettend beïnvloed door de zogeheten influencers op social media, internet. They promote their hobby or their opinion on the internet and usually they have a lot of followers. En deze mensen maken ontzettend veel reclame voor hun eigen visies en ideeën en ze hebben ontzettend veel volgelingen op dit moment. They influence their followers. Ze beïnvloeden hun volgers. Especially young people. Vooral jongelui. And I almost could say the people are many times brainwashed by all the people around them. En ik kan zeggen dat deze jongelui vaak gehersenspoeld worden door deze influencers. Especially by the media. Met name door social media. Now we all are influenced by other people. Maar in zekere zin worden we allemaal beïnvloed this door week, andere mensen. This week we are influenced. Deze week worden we beïnvloed. Some people may say, aren't you brainwashed 17 services a week? Sommige mensen zullen wel zeggen, ik ben gehersenspoeld na 17 preken in de week. I say that's exactly what we needed. En ik zeg dat is precies wat je nodig hebt. That's a healthy brainwash. Dat is een heel gezonde hersenspinsel. We all are influenced by other people. We worden allemaal beïnvloed door anderen. Before we got saved, we were influenced by this world. Voordat we tot bekering kwamen, werden we beïnvloed door de wereld. Now through Christians, through pastors and disciples. Maar nu worden we beïnvloed door pastors, door christenen en discipelen. Philippians 4 verse 9, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice and the Lord of peace will be with you. Filippenzen 4 vers 9 zegt, wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Paul declares, I have invested my life in the lives of other people. I have invested my spirit. Het is Paulus die zei, ik heb mijn leven geïnvesteerd in andere mensen. Ik heb hem mijn geest gegeven. I have invested, I've implanted, I've influenced other people. Ik heb geïnvesteerd. Ik heb geplant. Ik heb alles gedaan om te geven aan mensen. We all influence other people in a certain way, whether for the good or for the bad. In zekere zin beïnvloeden we altijd een ander, het zij ten goede, het zij ten kwade. We are a fellowship that is influencing this world. En wij zijn een fellowship die op dit moment de hele wereld aan het beïnvloeden is. And we are called to influence this world with the gospel. En we zijn geroepen om deze wereld te beïnvloeden met het evangelie. Jesus said, "We are the salt of the earth." Jezus Christus zei, wij zijn het zout op aarde. We all are influenced this week. Through this conference. En wij worden allemaal beïnvloed deze week door de conferentie. Let's first take a look at the pastor as an influencer. Laten we dan ten eerste kijken naar de pastor als een beïnvloeder. I know a man who doesn't like pressure in his life. Ik ken een man die geen enkele druk leuk vindt in zijn leven. He a couple of months ago, like 6 months ago, something, he sent me an email.
Ongeveer 6 maanden geleden stuurde hij mij een e-mail. And he said, I would like to talk to you. En hij zei, ik wil graag met je spreken. He said, I'm thinking about becoming a pastor. Ik denk erover na om een pastor te worden. Actually, he's attending another church, but he thought the church was kind of lukewarm, so every now and then he's visiting our church. Hij zit eigenlijk in een andere kerk, van tijd tot tijd komt u bij ons binnen. But he doesn't like any pressure. Maar hij houdt niet van druk. And he asked me the question, how can I become a pastor? En toch stelde hij mij de vraag, hoe kan ik dan alsnog een pastor worden? And I told him, yes, we can have a conversation, we can have a coffee together. Ik zei tegen hem, ja, we kunnen erover praten, dat is geen probleem. But I told him in advance, it will cost you everything. Maar ik zei wel van tevoren tegen hem, pastorschap gaat je alles kosten. It will take your time. Het gaat al je tijd nemen. Your energy. Je energie. Your everything. Je alles in je leven. And after that I didn't hear from him for a long time. En nadat ik dat gezegd heb, heb ik nooit meer iets van hem gehoord. You know, the pastor is influencing people in his church, that's his calling. De roeping van een pastor is om mensen in zijn kerk te beïnvloeden. Sometimes you look at a disciple and you clearly can see, hey, that's a disciple of pastor so and so. Heel vaak kijken naar een discipel en je herkent wie zijn pastor is door zijn handelingen. They behave pretty much the same. Ze gedragen zich bijna identiek. The disciple is carrying the same little suitcase to church. Discipelen dragen dezelfde koffer mee naar de kerk. Amen. They make the same jokes. Maken dezelfde grappen. If the pastor has some sense of humor. Als de pastor een beetje humor heeft. I mean, the pastor has been influenced by his the disciple has been influenced by his pastor. De discipel is beïnvloed geweest door zijn pastor. The Cambridge Dictionary gives a definition. De Cambridge woordenboek geeft ons deze definitie. The power to have an effect on people or things. Het is de kracht om invloed uit te kunnen oefenen op iets of iemand. Or a person or thing that is able to do this. Of een iets of een persoon die in staat is om zulke dingen te doen. Another explanation. Een andere verklaring. To affect or change how something or someone develops things or behaves. Invloed uitoefenen op de manier hoe iemand zich ontwikkelt, denkt en gedraagt. We're imparting a spirit. We zijn een geest aan het overbrengen. This pastor is called to do much more than only preaching. Zo'n pastor wordt geroepen om veel meer te doen dan alleen de prediking. Sometimes you preach somewhere or you visit the church and you think, hey, who's the pastor here? Soms kijk, ga je naar een kerk, je bent daar aan het preken en je vraagt jezelf, je stelt jezelf de vraag, wie is hier de pastor? I think it's healthy that people know who's the pastor. Het is ontzettend gezond dat iemand weet wie de pastor is in een kerk. He's a decision maker. Hij is degene die beslissingen neemt. He guides. Hij is degene die leidt. He directs. Hij geeft richting. I have a few quotes. Ik heb een paar aanhalingen. Leaders think and talk about solutions. Leiders denken en praten over oplossingen. Followers think and talk about problems. Volgelingen denken en praten altijd over problemen. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Een leider is iemand die de weg kent, de weg gaat en de weg wijst. This modern leadership is not about title or positions. Zo's leiderschap heeft niets te maken met positie noch met titels. It's about one life influencing other people. Het heeft te maken met jouw leven andere levens beïnvloeden. And in the Christian perspective, I would like to add with the anointing and the influence of the Holy Spirit. En binnen een christelijke perspectief wil ik daaraan toevoegen met behulp en de kracht van de zalving van de Heilige Geest. Let's take a look at our main scripture. Zo laten we dan gaan kijken naar onze hoofdtekst. Joshua starts as one of the spies who believed God's promise to take the promised land. Joshua is een van de 12 verspieders die gelooft in het kunnen innemen van het beloofde land. Because he believes the promise of God, we see that he and Caleb later on in life they do enter the promised land. En we zien vanwege dit geloof in de belofte en de woorden van God, zien we dat hij samen met Caleb later in de jaren inderdaad het beloofde land binnentreedt. Joshua had been a good man. Joshua is altijd een goede man geweest. But there was a lacking something in his life. En toch mist er een element in zijn leven. Being good enough is not good enough. Goed zijn als persoon is niet genoeg. Being good alone, being righteous alone is not good enough. Simpel goed zijn en rechtvaardig zijn gaat het niet doen. In our text we see a problem. In onze tekst zien we hier een probleem. And again, Joshua is a good man. En nogmaals, Joshua is een goede man. Wherever Moses had been, Joshua was there. Waar Mozes was, vond je altijd Joshua. Joshua had been Moses' successor. Joshua is de opvolger van Mozes. But Joshua himself hadn't brought forth a successor himself. Maar Joshua zelf was niet in staat een nageslacht na te laten. Verse 10 of our text says. Onze tekst zegt. After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Vers 10 van onze tekstgedeelte. Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Sorry, the Bible doesn't speak about a new man. Zo, de Bijbel spreekt over een nieuwe man.
The Bible doesn't speak about a new man who had taken over the leadership of Joshua. Oh, de Bijbel spreekt niet over een nieuwe man die na Jozua de leiderschap op heeft genomen. And now Joshua has died. En nu is Jozua gestorven. And no one had taken over his position as leadership. En er is daar niemand in staat die zijn leiderschapspositie heeft kunnen innemen. We see this more often through the Bible. Dit is iets wat we vaker terugvinden in de Bijbel. For example, a king or a prophet. We praten dan bijvoorbeeld over een koning of een profeet. Especially with kings, after they die. Met name koningen nadat ze stierven. The next generation and the next leader didn't know God, and so the country got involved in sin and into trouble. Zie je vaak dat er geen leiderschap was die het over kon nemen, en ze waren plotseling bezig met afgoderij en het dienen van allerlei andere goden. A leader can be a good man but still miss one of his main goals, creating new leaders. Een leider kan een goede man zijn, maar hij kan missen het belangrijkste in het leven is een leider nalaten. One of the functions of a leadership is to produce more leaders, not more followers. Een van de krachtigste taken van een pastor is een andere leider te produceren. En niet alleen maar enkel volgelingen. What did Jesus say? Wat zei Jezus? Matthew chapter 28 verse 19. Matteüs 28 vers 19. Very well known scripture. Een heel bekende tekstgedeelte. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. Ga dan heen en maak de volkeren tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. That's the task. Dat is de taak. Making disciples and creating new leaders for the future. Maken van discipelen en het creëren van nieuwe toekomstige leiders. Pastor Greg Mitchell made this statement years ago. Pastor Mitchell maakte jaren geleden deze opmerking. And I've mentioned it before a couple of conferences ago. En ik heb er eerder ooit in een conferentie over gesproken. I mean, a leader isn't a leader unless he brings forth other leaders. Een leider is niet echt een leider totdat hij zelf een andere leider geproduceerd heeft. I want to use another few quotes. Ik wil een paar andere aanhalingen met je delen. There was one of Margaret Thatcher, one of the former prime ministers of United Kingdom. Hij was iemand, Margaret Thatcher, een van de voormalige minister-presidenten van het Koninkrijk van Engeland. Oh man, that's exampleship. Okay. Don't follow the crowd, she said. Zij zei eens, volg niet de menigte. Let the crowd follow you. Maar laat de menigte jou volgen. And I know a pastor is a servant. En ik weet dat een pastor een dienstknecht is. But at the same time, he's a leader as well. Maar tegelijkertijd is hij ook een leider. Henry Kissinger, he's still alive. And he was the former minister of foreign affairs in the United States. Henry Kissinger was een minister van buitenlandse zaken in het verleden in de Verenigde Staten. He said, the task of a leader is to get their people from where they are to where they have not been. En hij zegt, de taak van een leider is om zijn mensen te nemen van de plaats waar ze zich bevinden naar een plaats waar ze nooit eerder naartoe zijn geweest. That's a powerful statement. Dat is een krachtige verklaring. A similar one is the next. Een zelfsoort verklaring. A leader is a person you will follow to a place you would not go by yourself. Een leider is iemand die je brengt naar een plaats waar je zelf op je eigen kracht niet naartoe zou willen gaan. Constantly we go through new experiences in life. We gaan constant door nieuwe ervaringen heen in het leven. And I believe God is doing this. God is accomplishing this in our lives. En ik geloof dat het God is die dit aan het doen is en aan het vervolmaken in onze leven. And I believe we all should grow. We all should develop ourselves in this if you are a pastor. En als je een pastor bent, geloof ik dat we ons allemaal hierin verder in moeten ontwikkelen. The pastor is called to be an influencer. De pastor is geroepen om een beïnvloeder te zijn. We've all heard the quote of evangelist Billy Graham. We hebben allemaal de verklaring gehoord van evangelist Billy Graham. It's such a humbling statement he made. Een krachtige, nederige opmerking. After he led so many people to Jesus Christ. Nadat hij zoveel mensen tot Jezus geleid heeft. They say probably millions. Waarschijnlijk miljoenen. They prayed the sinners. He prayed the sinners' prayer with millions. Met miljoenen heeft het zondagsgebed gebeden. He said, if I could start all over again, I would take 12 men, work with them and train them. Maar hij zei, als ik opnieuw had mogen beginnen mijn bediening, dan zou ik 12 mannen geselecteerd hebben, met hun gewerkt hebben en met hun getraind hebben. We would say, man, this man has seen such an incredible fruit in his life. Wij kijken naar hem en zeggen, God, deze man is zo gigantisch vruchtbaar. But actually he's saying what we are applying. En toch is hij aan het zeggen datgene wat wij aan het doen zijn. Most of us, we've heard about mega churches. Meeste van ons hebben over megakerken gehoord. They open a church in a city.
Ze openen een kerk in een stad. They steal religious people from other churches. Ze beginnen allerlei religieuze mensen uit allerlei kerken te stelen. That brings church growth. Dat is wat zij noemen kerkgroei. And so but I tell you, that's not a genuine revival. Maar ik wil je wel vertellen, dat is geen originele goddelijke opwekking. Amen. People are impressed by large numbers. Het probleem is, mensen zijn altijd onder de indruk van grote aantallen. But large numbers doesn't prove that there's a real revival. Zie je maar, simpel grote aantallen is geen enkele indicatie dat er een reële opwekking is. There are many large churches without principles. Er zijn heel veel grote kerken zonder enkele geestelijke principes. The preacher comes. Ze preken. He's preaching his sermon. Hij preekt zijn preek. And he leaves the door. He leaves the back door of the church. En via zijn uitgang verlaat hij de kerk. Nobody sees him. Niemand ziet hem. Nobody talks to him. Niemand praat met hem. There's no confrontation of sin many times. Er is daar geen confrontatie met zonde. I know some mega churches people still fornicate. Ik weet dat er heel veel mega kerken zijn waar mensen nog steeds kunnen hoereren. That's not revival. Dat is geen opwekking. That's gathering a group of people together. Dat is simpel een menigte verzamelen. We are involved in a total different thing this morning. Wij zijn iets totaal anders betrokken deze ochtend. These churches, it doesn't have anything to do with real salvation. Deze kerken hebben over het algemeen niets te maken met echte bekering. And yes, probably there are people saved in those churches. En ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die gered zijn in die kerken. But pastor or pioneer pastor. Een pastor of pioneer pastor. Don't be impressed or distracted by mega churches. Word niet ontmoedigd door de mega kerk dingen. Again, they are doing a different thing. Zij zijn met totaal iets anders bezig. Many times they don't apply commitment. Vaak vereisen ze geen toewijding. Many times those churches don't last. En zij blijven niet lang leven, dit soort kerken. Also because many times there's no discipleship. Heel vaak vanwege het ontbreken van discipelschap. And no influencing of a man to another man. Niet in staat een man een andere man te laten beïnvloeden. John Wesley zei dit. And you may have heard this one before as well. Wellicht heb je het gehoord. It's a well-known quote. Een bekende slagzin. Amen. Give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God. Geef mij 100 predikers die niets anders bang voor zijn dan alleen maar een vrees voor God hebben. And I care not whether they are clergymen or laymen. En het maakt me helemaal niet uit of ze beroepsmatig zijn of gewoon leken zijn. They alone will shake the gates of hell. Zij alleen zullen in staat zijn om de poorten van de hel te schudden. And set up the kingdom of heaven upon earth. En het koninkrijk van God hier op aarde bevestigen. You know, I've seen sometimes visitors or outsiders, they visit our churches. We zien vaak bezoekers komen en ze komen onze kerken binnen. And they look at our churches and they think it's great what we are doing. En ze kijken naar wat we aan het doen zijn en ze zijn daarvan onder they de indruk. They are impressed. Ze zijn onder de indruk. Amen. We have our pictures on the wall. We hebben daar onze foto's op de muren hangen. Oh wow, you have churches all around the world. Goh, jullie hebben kerken over de hele wereld, zeg. Amen. You're sending out people. En jullie sturen ook nog een kind. You're involved in evangelism. Jullie zijn geboren. But many times they give up soon. Maar vaak geven ze het ook heel erg snel weer op. Sometimes deze they say that's what we should do as well. En dan hoor je ze zeggen dit zouden wij ook in onze kerk but moeten many doen. Times many times they don't stay. Maar vaak houden ze niet vol en blijven niet. Believing the principle and applying the principle are two different things. Het is een groot verschil of je dan gelooft het principe of het toepast. Some don't see the vision, they don't appreciate the investment of lives in other people. Velen zien de visie niet en daardoor kunnen ze ook geen appreciatie hebben voor het investeren van levens in andere and levens. Two examples. Twee voorbeelden. Very simple. Heel simpel. One of the reasons why we have 180 or coffeehouse or whoever you call it. Een van de redenen waarom we koffiehuis muziekavonden hebben. Is to teach disciples to organize things. Om discipelen te leren te organiseren. How to do an altar call. Hoe zij een oproep kunnen doen. How to lead people to Jesus. Hoe ze mensen kunnen leiden naar het altaar. And the disciple can teach the people who are giving their testimonies how to give a short testimony. En je kunt ze leren ook nog een keer als een getuigenis geven om dat binnen een paar minuutjes te doen. Not a testimony of 20 minutes. Niet één van 20 minuten lang. But a short part of their lives before they got saved and a short part how God radically changed their lives. In een paar minuten vertellen wat hoe ze leefden voor hun bekering, hoe ze bekeerd waren en wat God voor hun gedaan heeft daarna. I mean, I believe in the power. That's another thing. I believe in the power of inspiration, exampleship, when the pastor in himself is involved in evangelism. Ik geloof in de kracht van voorbeeldschap en inspiratie, maar dat heeft ook
te maken met een pastor die zelf voorop loopt, bijvoorbeeld in evangelisatie. Personally, I evangelize every week. Persoonlijk evangeliseer ik zelf op wekelijkse basis. Firstly, because I want to see fruit myself. Ten eerste omdat ik mijn eigen vruchten wil zien. But at the same time, I invest my life in the disciples. Maar ook ten tweede omdat ik mijn leven op dat moment wil investeren in mijn discipelen. Because I want to teach them how to become more effective. Omdat ik ze wil leren hoe ze nog effectiever kunnen worden. Amen. A couple of months ago. Een paar maanden geleden. I had a disciple who called me, Pastor, can we have a coffee, can we talk? Een discipel belde me op, vroeg me of hij met mij kon praten. Say, yeah, that's great. Ik zeg, dat is prima. Yeah, we do that. Dat gaan we doen. And so every now and then I have a coffee with one of my disciples. Zo van tijd tot tijd heb ik koffie met een van deze discipelen. And so with this guy, I said, okay, hey, you know what? Before we take a coffee. En ik zei toen tegen hem, voordat we koffie gaan drinken. First we will witness on the street for 1.5 hours. Dan gaan we wel even 1.5 uur evangeliseren op straat. We witnessed two young people. Wij spraken twee jonge mensen aan. One guy is coming occasionally. Eén komt nu van tijd tot tijd. But the other one almost comes every service now. Maar die andere komt bijna naar alle diensten. Just random in the middle of the week. Simpel zo ergens door de week. Just as afternoon. Dus simpel een actie. And I believe that's good when a pastor is still involved in evangelism. En ik geloof dat het goed is wanneer een pastor nog steeds betrokken is in evangelisatie. Let's take a look at secondly. Laten we ten tweede gaan kijken. The disciple as an influencer. Als de naar de discipel die beïnvloedt. Many times we have the idea the pastor's task is to influence and to impart his life in other people. Vaak blijven we hangen in die gedachte. Het is alleen de pastor die moet inspireren en zijn leven moet investeren in anderen. But I believe that disciples should rise up in the local church. Maar ik geloof dat discipelschap opstaat in de lokale. And they should do the same. En ook zij zouden hetzelfde moeten doen. Luke chapter 10 verse 2. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. As the Lord of the harvest, therefore to send out workers into his harvest field. Lucas 10 vers 2. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Apparently in Jesus' days there was already a lack of workers. Het lijkt erop dat ook in de dagen van Jezus er een gebrek aan arbeiders waren. That's still the case today. Dat is nog steeds het geval. Joshua had been a disciple. Joshua was een discipel. Moses had been his influencer. Moses was zijn influencer. His inspirator. Hij was een inspirator, bro. We could say now his pastor. En wij zouden nu kunnen zeggen zijn pastor. Joshua was where Moses was. Joshua was daar waar Moses was. And the reason why he was there because he wanted to catch the spirit of Moses. En hij was daar bij Mozes elke keer omdat hij de geest van Mozes wilde krijgen. Joshua became the new leader. Joshua werd op een dag de leider. But nowhere the Bible says. Maar nergens zegt de Bijbel. That Joshua himself had trained a man who followed him in the same way as he had been following Moses. Dat Joshua ook een man had gehad die is geworden zoals hij was geweest in relatie tot zijn pastor Moses. You can believe in discipleship. Je kunt geloven in discipleschap. You can read books about it. Je kunt er boeken over lezen. But every church needs disciples who are not only following leadership, but they themselves inspire other people to do the maar same. Maar elke kerk heeft discipelen nodig die niet alleen een pastor volgt, maar die ook in staat is om anderen in de kerk hemzelf te laten volgen. If you don't apply this principle, als je deze principe niet toepasbaar maakt, your church will always stay very small. Dan blijft je kerk altijd met een hele smalle draagvlak. You need men and women. Je hebt mannen en vrouwen nodig. Say, I see this responsibility. Die is ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf. I personally myself, I want to be involved in inspiring and influencing other people. Ik zie wat nodig is en persoonlijk wil ik in staat zijn andere mannen en vrouwen te beïnvloeden met mijn leven. Most of us know Pastor Tom Payne. Meeste van ons kennen Pastor Tom Payne. He is the leader of the Australian part of our fellowship. Hij is de leider van de Australische tak van onze fellowship. Years ago, jaren geleden, he told a story. Vertelde hij when he was a disciple. Toen hij een discipel was. He hardly had any contact with his pastor, Pastor Mitchell. Had hij bijna geen enkel contact met zijn pastor, Pastor Mitchell. The church was a growing church, was growing. In die dagen was de kerk een groeiende kerk. But he said all the men had in church had been his inspiration. En hij maakte opmerken, desalniettemin waren al de mannen daar in de kerk mijn eigen inspiratie. And much later he got contact with Pastor Mitchell. En pas veel later had hij een persoonlijke contact ontwikkeld met Pastor Mitchell. If you as a pastor are the only inspirator and influencer in your church, then your church won't grow. Als jij als pastor de enige inspirator is in jouw kerk, dan zal de kerk niet groeien. There's a challenge for disciples to become a disciple maker yourself. Zo hier is er een uitdaging voor een discipel
om een discipelmaker in je eigen kracht te worden. You know what? A good disciple will be noticed by his pastor. Een echte discipel zal altijd door zijn pastor worden opgemerkt. Because the pastor firstly sees a certain quality of life. Omdat de pastor bepaalde kwaliteiten in zijn leven opmerkt. He sees a certain level of leadership. Bepaalde kwaliteiten van leiderschap. Of servanthood. Van dienstbaarheid. People skills. People skills. And secondly, he clearly sees God's hand upon his life. He sees the anointing of God upon his life. En ten tweede ziet hij ontzettend duidelijk de hand van God op die mans leven. The disciple won't wait for orders of his pastor. He's a self-motivator. Het is een discipel die niet afwacht om een opdracht te krijgen. Hij motiveert zichzelf. He wants to be used by God. Hij wil gebruikt worden door God. He's a self-motivator. Hij is een zelfmotivator. He witnesses when nobody witnesses. Hij getuigt wanneer niemand dat doet. He prays when maybe hardly anyone is praying. Het maakt niet uit of iemand bidt of niet. He will be fasting not because it has been announced as a church activity. En hij vast niet simpel omdat het een programma is die afgekondigd is in de kerk. Another quote. Een andere aanhaling. The mediocre teacher tells. De middelmatige leraar vertelt. The good teacher explains. De goede leraar legt uit. The superior teacher demonstrates. De bovenmatige leraar demonstreert. But the great teacher inspires. Maar de grote meester inspireert. You know, in the word inspiration, there's a word spirit. In het woord inspiratie hoor je het woord geest. And if you have a good spirit, en als je een goede geest hebt, you can impart it on people's lives. Dan zul je dat overbrengen op anderen. That's what we want, isn't it? Dat is wat we willen. I'm the only one. Ben ik de enige? Who cares? I'm preaching to myself. Okay, you can see when a man has the hand of God upon his life. Het is, je kunt heel duidelijk zien wanneer de hand van God op iemands leven rust. And the pastor will work with those Christians and those disciples. En wanneer de pastor dat opmerkt en ziet, dan begint hij met dat soort mensen te werken. A wise pastor will give space to a disciple that makes mistakes. Het is de wijze pastor die altijd de ruimte aan zijn discipelen geeft om fouten te mogen maken. You know, Jesus saw what Peter could be in the future. Jezus zag wat Petrus zou kunnen worden in de toekomst. But before he became a leader, he made a lot of mistakes. Maar hij maakte wel op de weg daar naartoe ontzettend veel fouten. Andrew Carnegie. En Jezus bemoedigde hem. Ja, yeah, also. Ah. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, he said these words. Arnie Carnegie zei deze woorden. Amen. He was an encourager. Amen. Okay, you've read the books. Okay. No one will make a great leader who wants to do it all himself or to get all the credit for doing it. Niemand zal ooit een grotere leider laten opstaan die altijd zelf alles wil doen en wil micromanagen. We all should invest in others. We moeten allemaal investeren in anderen. We are influencers. We zijn influencers. And God wants us to bring to a place of fruitfulness. En God wil ons brengen tot een plaats van vruchtbaarheid. And our fruit should bring forth fruit. En onze leven zouden vruchten moeten voortbrengen. And that fruit should bring forth fruit. En dat vrucht zou op zijn beurt ook vruchten. One of the problems nowadays that people first want to arrange everything in their life. Een probleem is dat mensen altijd eerst nu van alles willen regelen voordat ze dit beginnen te doen. First I want to work on my career. Ik moet eerst werken aan mijn carrière. First on MBO, HBO, then university. Ik moet eerst HBO doen dan universiteit. 12 years later. 12 jaar later zijn we. Jesus said, "Now is the time of the harvest." Jezus zei, nu is het de tijd. But people say, "First I want to work on my career." Ja, maar ik wil eerst werken aan mijn carrière. I want to buy a nice house. Of een mooi huis kopen. I want to have some money on the bank account. Ik wil eerst wat rekening sparen, wat geld sparen. You know, when we were married for 1 year. Toen wij pas 1 jaar getrouwd waren. We were sent out. Werden we uitgestuurd. We hardly had anything. We hadden eigenlijk niks. I mean, I remember we were married only for 6 weeks. We waren waarschijnlijk 6 weken getrouwd. Ja, yeah, in de conference Pastor Falk was announced to Amersfoort. En Pastor Falk was toen in de conferentie uitgestuurd naar Amersfoort. We were asked to join the guerrilla team. En ons werd gevraagd om met een team naartoe te gaan. And we loved it. En we hielden ervan. 6 weeks, twice a week. 6 weken en 2 keer per week. We went to Amersfoort. Gingen we naar Amersfoort. Amen. And so we just got married. Zo, we waren net getrouwd. But the first desire we had was that God could use us. Maar de eerste verlangen die we hadden is God gebruik ons. We had a small house. We hadden een klein huis. But the only thing we had in mind. Het enige wat onze denkwereld doorkruiste. How can we help the family Valk? Hoe kunnen wij familie Valk helpen? And I still remember. En ik herinner me dat nog. Twice a week we went to Amersfoort. 2 keer per week reden we naartoe. We asked our pastor back then. Wij vroegen de pastor toen daar. Can we go to the Bible study on Tuesday night in Amersfoort? Kunnen we de Bijbelstudie bijwonen in Amersfoort?
on Tuesday night. Op de dinsdagavond. And he said no. Hij zei nee. He said, ah, that's a pity. Hij zei God. Hij Because zei, we want to help him. We willen hem gewoon helpen. He said okay, so I asked him again. Zo, ik dacht nou prima. Later vroeg ik hem weer opnieuw. And he said okay, there's one condition. You can go one condition. Hij zei goed, op één voorwaarde mag if, je nog gaan. If you are sure that you can bring a visitor to the Bible study. Als je in ieder geval ervoor zorgt dat je een bezoeker brengt naar de Bijbelstudie. Yeah, we arrange that. Yeah, we can arrange that. Ja, dat kunnen we wel regelen. And in secret, hiddenly, on Friday night we went extra. Zo, een vrijdagavond weet ik nog, heel geheimelijk, deden we nog extra. And so there were weeks we went four times. We went to Amersfoort. Zo, er waren weken dat we vier keer per week daar naartoe gingen. Amen, there's still people in the Amersfoort church today. En vandaag zitten er nog steeds mensen from in Amersfoort. Team. Die door die team in and die you dagen know, we got so kwam. Fired up. We waren zo in vuur. Amen. And within a year we were sent out ourselves. Binnen een jaar waren we zelf dan toen uitgestuurd. We were inspired by it. We werden geïnspireerd daardoor. But many people today. Maar vele mensen vandaag. They postpone their calling. Zij stellen hun roeping uit. I see people. Sometimes I look at people. Ik zie soms mensen. Good people. Goede mensen. Good couples. Goede echtparen. But they're waiting and waiting. Maar ze wachten en ze wachten. Where are you waiting for? Waar wacht je op? The Bible says in Hebrews 5 verse 12. De Bijbel zegt in Hebreeën 5 vers 12. Though by this time you ought to be teachers. Naar de tijd gerekend had gij leraars moeten zijn. I don't preach this to bring an accusation on your mind. Ik wil het geen schuld brengen op jouw leven. Maybe a little bit. Misschien een beetje. Amen, because it's good. Want het is goed. That you see an opportunity. Dat je een gelegenheid ziet. Hey, what can I do for God? En dat je dan zegt, wat when, kan ik voor God doen? When we were brand new converts and disciples. Dat je mensen kunt brengen en discipelen. No, when we were brand new converts and wanneer disciples. Wanneer wij pas bekeerden en discipelen waren. We were talking about, hey, to which city would you like to go? Dan werd ons gevraagd, naar welke stad wil je gaan? Amen, I asked my pastor all the time. Elke keer vroeg ik mijn pastor. Say, pastor, I live for 19 years in the city of Groningen. Ik zeg, ik leef al 19 jaar in de stad van Groningen. Nobody ever witnessed to me. Niemand heeft ooit tegen mij getuigd. Now I live only for 4 weeks in Zwolle and they witnessed to me, I got saved. Ik leef alleen maar 4 weken in Zwolle als ze getuigen tegen mij en ik kom te bekering. So and I said, you know what, you're preaching about sending out people. En je praat over het uitzenden van mensen. Can you please send out someone to the city of Groningen? Kun je alsjeblieft dan iemand uitsturen naar de stad van Groningen? And nothing happened. En niets gebeurde. And 5 years later. 5 jaar later. After the coffee house. En na een koffiehuisdienst. I still remember, it was in the other building. Ik herinner me nog in het oude gebouw hier. Hij zei, kom hier. I thought he was mad at me. Ik dacht, hij is boos. I thought he would kick my butt. Ik dacht, hij gaat mij van langs geven. But he said, hey, I want to send you out. Maar toen zei hij tegen mij, ik wil je uitsturen. I had another city in my mind. Maar ik heb een andere stad voor jou. Maybe in the future. Misschien in de toekomst. But he said, I want to send you out to the city of Groningen. Ik wil je wel sturen naar de stad van Groningen. What do you think? Wat denk je? Say, man, I got so enthusiastic. En ik werd toen zo enthousiast. I spoke about it with my wife. Ik sprak toen met mijn vrouw. Amen. We were married less than a year. We waren minder dan een jaar getrouwd. Amen. And so I spoke about it with my wife. Zo, ik sprak erover met mijn vrouw. And Emily said, yes, let's do it. En onmiddellijk zei ze ook, laten we het doen. Let's go for it. Laten we ervoor we gaan. We were young. We zijn jong. Innocent. We zijn onschuldig. Amen. And still. Nog steeds. Still young as well. En nog steeds jong. Amen. But anyhow, we don't touch that topic. But anyhow, disciples. Maar discipelen in ieder geval. If you are called. Als je geroepen bent. Do now what God wants to do through your life. Doe nu wat God door je leven wil doen. Amen. We believe that Jesus can come back any moment. Wij geloven dat Jezus elk moment terug kan komen. We are not against career. We zijn niet tegen carrière. We are not against having your own house. Wij hebben niets op tegen dat je een eigen huis hebt. But time is ticking. Maar de tijd tikt door. And so God, we can lose time. Zo we kunnen de tijd uit het oog verliezen. Thirdly, in a closing. Ten derde en ik very, sluit. Very short. Heel kort. Let's take a look at the Holy Spirit as the influencer. Laten we dan kijken naar de Heilige Geest als de beïnvloeder. We can work. Wij kunnen werken. And the Bible says. En de Bijbel zegt. There's a lack of workers. Er is een tekort aan arbeiders. But ultimately God has to work through our lives. Maar uiteindelijk moet wel God door ons heen gaan bewegen. Leaders are not born. Leiders worden niet geboren. They are made. Ze worden gemaakt. Made through hard work. Ze worden gemaakt door hard werken. Men have invested in my life. Mannen hebben in mijn leven geïnvesteerd. I've been influenced. Ik ben beïnvloed geweest. And now I'm doing the same. En nu doe ik op mijn beurt And hetzelfde. Some of the men I've been influencing. En de mannen die ik beïnvloed heb. They are doing the same in their Zij lives. Doen het nu op hun eigen The pastor leven. Is involved.
De pastor is in betrokken. Secondly, I spoke about disciple is involved himself. Ten tweede heb ik gesproken over ook discipel is betrokken. But above all, God is involved. Maar boven alles is God betrokken in. 1 Corinthians 3 verse 6. 1 Corinthians 3 verse 6. I planted the seed. Ik plant een zaad. Apollos watered it. En het is Apollos die het begoot. But God has been making it grow. Maar het is God die de wasdom gegeven heeft. Verse 7. So neither the one who plants nor the one who waters anything is anything, but only God who makes things grow. Nog de ene die plant, nog de ander die begiet. Die zijn allebei gelijk, maar het is de Heere die de groei geeft. Verse 8. Vers 8. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. Zij die planten en zij die begieten, ze hebben elk hun aandeel en ze zullen beloond daarvoor worden. Verse 9. For we are co-workers in God's service, your God's field, God's building. Vers 9. We zijn medearbeiders met God op ons op het landgoed, op het landwerk, en we zijn Gods land en we zijn Gods bouw. The last quote. Laatste vers. Great leaders are not defined by the absence of weakness. Grote leiders worden niet gedefinieerd door de absentie, de afwezigheid van zwakte. But rather by the presence of clear strength. Maar zij leiden door de kracht van een duidelijke visie. And now strength comes from God. En die kracht en visie komt Psalm van God. Psalm 127 verse 1. Psalm 126. Unless the Lord builds the house, the laborers work in vain. Psalm 127 vers 1. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Disciple pastor, if you don't pray, if you don't have a personal relationship with God. Disciple pastor, als je niet bidt en geen persoonlijke relatie hebt. If you don't have anointing upon your life. Geen zalving hebt op je leven. You can work, work, work. Dan kun je blijven werken. But it won't work. Maar het werkt niet. Because we need the anointing of the Holy Spirit upon our lives. Want je hebt de zalving van God nodig op je leven. Psalm 126, verse 5 and 6. Psalm 126, 5, 6. Those who sow with tears will reap with joy, songs of joy. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Those who go out weeping, carrying to seed the sow, they will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Hij gaat al wenende voor die zaad die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich dragende zijn schoof. You know, spiritual fruit brings forth fruit. Geestelijk vrucht brengt voort geestelijk vrucht. And it is God who's a rising man. En het is God die mannen doet opstaan. Sometimes as a pastor you want to work with men. Soms als een pastor werk je met mannen. With couples. Met echtparen. But you can't work with a disciple who doesn't have personal convictions. Maar het is heel moeilijk, onmogelijk om te werken met een discipel die geen eigen overtuiging heeft. Who doesn't have a personal relationship with God. Die geen persoonlijke relatie heeft met God. In the Dutch language we would say. In Nederlandse taal zouden we zeggen. That's pulling on a dead horse. En je bent aan het trekken aan een dood paard. I've spoken about the influencer. Ik heb gesproken over de influencer. Amen. Let's work on Pastor Johan Houtman. Laten we Pastor Johan Houtman verwelkomen. Thank you, Pastor Major, for an inspiring sermon. Dank je wel, Pastor Major, voor deze inspirerende preek. Very practical. Erg praktisch. And also, thank you for the invitation, Pastor Schuitema. Pastor Schuitema, bedankt voor de uitnodiging. Great privilege to preach the gospel here in this groot voorrecht auditorium. Om het evangelie te prediken hier in deze plaats. So let's read in John 14, verse 11. Laten we lezen Johannes 14, vers 11. I want to preach about thinking big. En ik wil spreken over denk groot. If we work together. Als we samenwerken and think bigger about situations, en groter gaan denken over situaties, we can see and will see bigger results. Dan zullen we grotere resultaten zien. In maart we were in Abu Dhabi. In maart waren wij in Abu Dhabi. Together with my wife Margreet. Samen met mevrouw Margreet. It is a tremendous privilege to see the enormous growth in those Emirates. En het is geweldig om die groei te zien daar in de Emiraten. So in the 70s it was a poor country. In de 70 jaren was het een arm land. Only fishermen. Alleen maar wat vissers. And then only the fortress where the emir was living. The emir was living. En dan het fort waar de emir woonde. And the fort is now like a museum. En dat fort is nu een soort van museum. So I was watching that and all those pictures with the development over the years. En ik zag daar foto's met de ontwikkelingen daar door de jaren heen. In the 60s and 70s they lived like in the time of Abraham. In de 60 en 70 jaren woonden ze nog, leefden ze nog zoals in de tijd van Abraham. So how they dressed, how they behaved, how they ate and had the jobs. It was like the time of Abraham. Hoe ze zichzelf kleden, wat ze aten, wat voor werk ze deden, was in de tijd zoals in de tijd van Abraham. And then they found oil.
En toen vonden ze olie. And the Emirates was has to make a decision. En de Emiraten moesten beslissing maken. So they had a lot of money. Ze hadden veel geld. But what to do with that? Maar wat zouden ze dan gaan doen met het geld? And for years and ages they were in war with the other Emirates. En voor jaren en jaren hadden ze allemaal oorlog met elkaar daar in de Emiraten. And the Emir of Abu Dhabi at that time was a wise man. Maar de Emir van Abu Dhabi was een wijze man. But it was his mother who told him. Maar het was zijn moeder die hem zei. You have to work together with your brothers. Je moet samen gaan werken met je broeders. And join forces. En de krachten bundelen. Use their talents. En hun talent gebruiken. And then you will prosper. En dan zullen we allemaal voorspoedig zijn. And that's what they did. En dat is wat ze deden. They joined forces together with the other six Emirates. Zij bundelden de krachten met de andere zes Emiraten. Today it is the United Arab Emirates. Nu is het de Verenigde Arabische Emiraten. And it was Abu Dhabi who invested in Dubai. En het was Abu Dhabi die investeerde in Dubai. Dubai has hardly no oil. Dubai heeft bijna geen olie. Abu Dhabi has the oil. Abu Dhabi heeft de olie. They have the money. Ze hebben het geld. But they made a decision. Maar ze maakten een beslissing. To invest a lot of money in Dubai. Om te investeren in Dubai. So they could prosper. Zodat zij voorspoedig konden worden. And help one another and invest. En elkaar kunnen helpen en investeren in elkaar. Now the city of Dubai, the Emirate of Dubai, is grown from 59,000. Nu is Abu Dhabi of Dubai is gegroeid van 59.000 mensen to 3 million. Tot 3 miljoen mensen. In 40 years time. In 40 jaar. When he found oil in 1958 in Abu Dhabi. Toen ze olie vonden in Abu Dhabi in 1958. There were only like 10,000 people living there. Woonden er ongeveer 10.000 mensen. But nowadays 2.9 million. Maar nu 2,9 miljoen. And when they found the oil, toen ze de olie vonden, one of the brothers said, "Let's keep the oil and not use it." Zei een van die broeders zei van, laten we de olie bewaren en het niet gebruiken. And use it in the future. En het in de toekomst op de markt brengen. But the wise Emir said, "No, we need to use it now." Maar de wijze Emir zei, nee, we moeten het nu gebruiken. We have to use our resources. We moeten onze bronnen gebruiken. Work together. Samenwerken. Grow together. Groeien. And now they're an enormous wealthy country. En nu is het een enorm welvarend land. Dubai is the highest building in the world. Dubai heeft het hoogste gebouw in de wereld. 828 meters high. 828 meter hoog. The only 7-star hotel in the world. Het enige 7-sterren hotel. And it's amazing what you see over there. Het is verbazend wat je ziet. But it was a wise emir. Maar er was deze wijze emir. And a wise mother. En zijn wijze moeder. Like join forces together. En de krachten gingen zij bundelen. Think big about the future. Ze dachten groot over de toekomst. Let's read John 14:11. Laten we Johannes 14 vers 11 lezen. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij, of anders geloof om de werken zelf. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En groter nog dan deze, want ik ga tot de Vader. And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijk worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. So Jesus is in the end of his life. Jezus is aan het eind gekomen van zijn leven. Training 12 disciples for 3 years. Hij heeft 12 mannen getraind voor 3 jaar. And he was only in Israel. Hij was alleen in Israël. And he knows the disciples will go all over the world. Maar hij weet dat zijn mannen, zijn discipelen, zullen over de hele wereld gaan. And he says, greater works you will do than I did. Hij zei, grotere werken dan ik zullen jullie doen. But he chose himself. God himself chose those 12 men. Maar God koos zelf deze 12 mannen. And they were not perfect. Dat waren geen perfecte mannen. You know, Judas betrayed him. We weten dat Judas hem verraadde. Thomas was doubting. Thomas was een twijfelaar. And then Jesus was talking about the future. En Jezus sprak over de toekomst. And in the same stories, Thomas said, "Lord, we do not know where you're going." En in hetzelfde tekstgedeelte zegt Thomas, zei, we weten niet waar u heen gaat. And how can we know the way? Hoe weten wij dan de weg? After 3 years with Jesus. Na 3 jaar met Jezus geweest te zijn. And Philip said in the same story. En Filippus zei in hetzelfde tekst. Show us your Father. Toon ons de Vader. And Jesus said, have I been so long with you, and yet you do not know me, Philip?
En Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? So they were not the most bright people. Dus ze waren niet de meest heldere mannen. But they were learning. Maar zij leerden wel. And it's encouraging to see. En het is bemoedigend om te zien. When they were filled with the Holy Spirit. Toen ze gevuld werden met de Heilige Geest. They preached the gospel all over the world. Preekten ze het evangelie over de hele wereld. And we can do the same. En wij kunnen hetzelfde doen. Like William Carey said. Zoals William Carey zei. Expect great things from God. Verwacht grote dingen van God. And do great things for God. En doe grote dingen voor God. And he did. En dat deed hij. We heard it yesterday from Pastor Greg Mitchell. We hoorden dat gisteren van Pastor Greg Mitchell. But the problem is in our lives. Maar het probleem is in onze levens. In our ministry. In onze bediening. Sometimes we're not moving forward in the kingdom of God. Dan gaan we niet vooruit in het koninkrijk van God. We're not moving forward in our Christian life. Wij gaan niet vooruit in ons christenleven. Or we're small-minded in our ministry. Of we hebben een kleine denkwereld met betrekking tot onze bediening. Sometimes we're stuck in our building. Soms zitten we vast in een bepaald gebouw. A small building. Klein gebouw. We have a small church. We hebben een kleine kerk. And we need to break out. En dan moeten we uitbreken. And it starts in our mind. En dat begint in onze denkwereld. God has a great plan for our future. God heeft een groot plan voor onze toekomst. Eternal rewards. Eeuwige beloning. And fruitfulness here on earth. En hier op aarde vruchtbaarheid. But the question this morning is, how can we make that work and practical in our own life? Maar de vraag is, hoe laten we dat werken en maken we dat praktisch in ons eigen leven? Let us first see, small thinking is unbelief. Laten we eerst kijken naar klein denken is ongeloof. Jesus said, greater works than these he will do. Jezus zei, groter werken dan mij zult gij doen. Now, our fellowship has a great vision. Nou, onze fellowship heeft een grote visie. Evangelism. Evangelisatie. Discipleship. Discipleschap. Church planting. Kerkplanten. World evangelism. Wereldevangelisatie. And it works. En het werkt. For 50 years already. Al voor 50 jaar. Even in the livestream conference at Prescott, the work is going on. Even in the livestream conference, the work was going on. Zelfs door de livestream conferentie, dan zie je nog het werk doorgaan. The church was planted. Kerken zijn geplant. The question is, do we have a big vision? De vraag is, hebben wij een grote visie? What is our part, our vision in this big vision of the fellowship? Wat is ons deel daarin in deze fellowship? And it has to start somewhere. En het moet ergens beginnen. And it starts at the level of our faith right now. En het begint op het niveau van ons geloof op dit moment. The level of our thinking right now. Het niveau van ons denken op dit moment. Because Jesus gave us an amount of faith. Want Jezus heeft ons een mate van geloof. We need to put the seed in the ground. En we moeten dat zaad in de grond doen. To let it grow. Om het te laten groeien. And the Bible says. En de Bijbel zegt. If you only have like the faith of a mustard seed. Als je maar het geloof hebt van een mosterdzaadje. It will be enough to do miracles. Dat zou genoeg zijn om wonderen te doen. And the mustard seed is very small. En het mosterdzaadje is heel klein. Like half a millimeter or a millimeter great. Een halve millimeter tot een millimeter groot. But when you put it in the ground. Maar als je het in de grond stopt. When you plant the seed in faith. Wanneer je dat zaad in geloof plant. Then it will grow. Dan zal het groeien. First slowly. Eerst weinig. But later on it can be like 3 or 4 meters high. Maar het kan wel 3-4 meter hoog worden. But if it is not planted. Als het niet geplant is. It's not working. Dan werkt het niet. The power is in the seed. De kracht zit in het zaad. You can have faith in the seed. Je kunt geloof hebben in het zaad. But if you're not using your faith, it's not growing. Maar als je je geloof niet gebruikt, dan groeit het niet. And we can make the mistake that we have to work harder and harder all the time. Wij kunnen de vergissing maken dat we steeds maar harder en harder moeten werken. But we need the revelation. Maar we hebben de openbaring nodig. Not to produce more in our lives by ourselves. Om niet meer te produceren in ons eigen leven. But to ask and believe God for more. Maar God te geloven en te vragen voor meer. For greater work he has in store for us. Want groter werken heeft hij voor ons. So we can receive. Zodat wij dat kunnen ontvangen. Because of him. Vanwege hem. Now small thinking. Nou, klein denken. Is a big problem. Is een groot probleem. Small faith. Klein geloof is a big problem. Is een groot probleem. Because it limits you in your Christian life. Want het limiteert je in je christenleven. Then we react out of fear. Dus angst in betrokken. Or we have
unbelief. We hebben ongeloof. We react on emotions. We reageren in onze emoties. Reason ourselves that it's impossible to grow or to change. We redeneren waarom dingen niet kunnen groeien, waarom dingen niet kunnen veranderen. You don't dare to step out in faith for the next experience in God. We hebben geen geloof om tot het volgende niveau te gaan. And then you miss the momentum of God. En dan mis je het moment van God. Because God is reacting on faith. Want God reageert op geloof. And you have to put a seed in the ground to let it grow. Je moet het zaad in de grond stoppen zodat het kan groeien. To increase in fruitfulness. Om toe te nemen in vruchtbaarheid. To get a larger or better building. Bijvoorbeeld een groter of beter gebouw. And to get more resources. En meer bronnen te ontvangen. So we need the spirit of faith. We hebben de geest van geloof nodig. Now we can have the spirit of Caleb and Joshua. We kunnen de geest van Caleb en Joshua aannemen. Or the spirit of the 10 spies. Of de geest van de 10 verspieders. Henry Ford zei. Those who believe they can do something. Zij die geloven dat ze iets kunnen doen. And those who believe they can't. Maar ook hen die geloven dat ze niks kunnen. They are both right. Ze hebben allebei gelijk. Because words are spirit. Want woorden zijn geest. So we need to fill our mind firstly with the word of God. Dus we moeten onze denkwereld vullen met het woord van God. And discipline our mind. En onze denkwereld disciplineren. To think and speak in faith. En om te denken en te spreken in geloof. Philippians 4:8. Filippenzen 4 vers 8. It's a powerful text. Is een krachtig tekst. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of a good report, there is any virtue or there is anything praiseworthy, meditate on these things. Voort, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. The things which you have learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat ge van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. So we have to meditate on the right issues. Dus we moeten de juiste dingen bedenken. On the good issues. En de goede zaken. But we need big thinking. Maar we hebben groot denken nodig. And then do it and put it in practice. En dat in praktijk brengen. But so when we think about small things. Wanneer wij denken over kleine dingen. And we pray for small little miracles. En wij bidden voor kleine wondertjes. And expect small things in finances or whatever. En we verwachten kleine veranderingen in financiën en wat dan ook maar. We don't see the big results. Dan zien we niet het groot resultaat. So we need to pray for specific needs. Dus we moeten bidden voor specifieke noden. And name them for the throne of God. En ze benoemen voor de troon van God. Sometimes we have some kind of result or blessing. We kunnen een bepaald resultaat behalen. And we can make the mistake. Okay, this is what God has for me. En dan kunnen we de vergissing maken van nou dit is het dus wat God voor mij heeft. So this is all God has for me. Dit is het. And we find it easier to stop and rest rather than keeping the hand to the plow. En wij vinden het gemakkelijker om dat te stoppen en daar tevreden mee te zijn in plaats van de hand aan de ploeg te slaan. But we have to believe that he can do even more in our life. We moeten geloven dat God nog meer wil doen in onze levens. God has promised us 30, 60, 100 fold and not 1, 2, 3. God belooft ons 30, 60, 100-voudige vrucht en niet 1, 2, 3. So there are obstacles for larger faith. Er zijn obstakels voor grote geloof. At least 2. Tenminste 2. The first is the past experiences of failures. Ten eerste is daar de verleden nederlagen. The disappointments, the setbacks. De teleurstellingen, de terugslagen. Many times also low self-esteem. En ook lage zelfwaarde. As a disciple, as a pastor, you think low about yourself. Als een pastor, als een discipel kun je laag over jezelf denken. I only have that one talent. Ik heb maar dat ene talent. Yes, but use it, not put it in the ground. Maar gebruik het dan en stop het niet in de grond. And it can be an open door for Satan to tempt you, to discourage you. Het kan een open deur zijn om je te ontmoedigen.
And you go through the motions every year, the same experience. Je gaat wel door de bewegingen, elke dag, elke jaar hetzelfde ervaring. Christian for 20 years. Je kunt een christen zijn voor 20 jaar. But the same experience over and over again. Maar dan steeds ieder jaar weer opnieuw dezelfde ervaring. Instead of new adventures every year with God. In plaats van dat je nieuwe avonturen beleeft met God. So we're all given an amount of faith. We hebben allemaal een mate van geloof ontvangen. We have to use it. Maar we moeten het wel gebruiken. And don't look what happened before. Kijk niet naar hetgeen wat in het verleden gebeurd is. But look what God says. Maar kijk wat God zegt. And the second obstacle can be. Tweede obstakel kan zijn. I think it's a wrong understanding of God. Een verkeerd begrip van God. Because we have to believe that God's a God of fruitfulness. Want wij moeten geloven dat God een God van vruchtbaarheid is. God is a God of growth. En een God van groei. And more and abundancy. En meer en overvloedig. That is a mindset. Maar er is een denkwereld hierin. It's not knowledge, but it's a mindset. Het is een gedachte. Years ago when we took over the Breda Church. Jaren geleden toen wij de Breda kerk overnamen. In 2005. In 2005. After a year we had revival with Pastor Leidelmeijer. Na een jaar hadden we opwekkingsdienst met Pastor Leidelmeijer. So we only be there for one year. We zijn daar één jaar geweest. We're not that experienced. We hebben niet zulke grote ervaring. And we were happy the people were still there. En we waren blij dat de mensen daar nog waren. And we had a building upstairs. We hadden een gebouw daar op een verdieping. And the people fit in. En de mensen konden er wel in. So we're happy. We zijn blij. Pastor Leidemeyer came. Maar Pastor Leidemeyer kwam. Walked down after service. En we lopen naar beneden na de dienst. At the opposite of the square is an empty building. En daar aan de overkant daar van ons plein is een leeg gebouw. And he said, hey, why not lay hands on it and claim it in the name of Jesus? Hij zegt, laten we daar de hand op leggen en het claimen in de naam van Jezus. Why? Waarom? That is good for you for the future. It's larger to grow. Hij zegt, nou, dat is goed voor jou voor de toekomst, want het is groter. So je kunt daarin groeien. We walked over to the building after service. En we gingen naar het andere gebouw. So you leant forward and lay hands on the building. En we legden onze handen op dat gebouw. I found it a little bit silly to watch that you lay hands on a building. En ik beschaamde een klein beetje. But, van een beetje. He is a man of faith, so I did the same. Just maar lean forward. Ik wist, hij is een man van geloof. Laat ik maar hetzelfde doen. No, hoping nobody will see you from the church. No. Hopen dat niemand ons zou zien. Are you pushing the wall? What are you doing? Wat ben je aan het doen? Ben je die muur aan het omdrukken? So we were praying and claiming the building. En wij baden en we claimden dat gebouw. Pastor Leidemeyer was praying that nobody will hire this building and it will be for us. Pastor Leidemeyer bad dat niemand dat gebouw zou huren en dat het voor ons zou zijn. And 2 years later we got a building. 2 jaar later hadden we dat gebouw. But it clicked in my mind. Maar er kwam een klik in mijn denkwereld. This man is thinking in growth. Deze man denkt in groei. And I was thinking just keeping what you have. En ik dacht alleen maar in termen van houden wat je hebt. And it changed my mindset. En het veranderde mijn gedachten. From that day on. Vanaf die dag aan. You can have the same revelation. En je kunt ook diezelfde openbaring ontvangen. Then secondly, think big and have faith in what? En ten tweede, denk groot en heb geloof in wat? We need to use our resources. We moeten onze bronnen gebruiken. We need to work together. We moeten samenwerken. But also surround yourself with people of faith. Maar ook jezelf omringen met mensen van geloof. As Pastor Major said. Zoals Pastor Major zei. So we have every month in Breda. We hebben elke maand in Breda. We have a meeting with all our pioneers. We hebben een meeting met onze pioniers. They all are there. Ze komen allemaal. Except for Florian, because he doesn't want to come. Amen. Alleen voor Florian, die wil niet komen. But he is on the video. Amen. Maar hij is dan wel op de video. And we're making a sermon together. We maken een preek samen. We inspire one another. Wij inspireren elkaar. I gave them a sermon of myself. Ik gaf hen een preek van mijzelf. I tell them something out of my knowledge, what I have. En ik vertel hen iets over mijn eigen ervaring. And we make a sermon together. Maken een preek samen. And we inspire one another. En wij inspireren elkaar. And we pray. En we bidden. And there is an anointing of God. Er is een zalving daar. And we see results over these months. En we zien resultaten zo door de maanden heen. God is blessing the churches. God zegent de kerken. We prosper together. En we worden samen voorspoedig. Because we all are there. Want we zijn daar allemaal. We share what we know. Wij delen wat wij weten. And the pioneers inspire us with the results of miracles and all the things they experience. En de pioniers inspireren ons weer door hun wonderen en de dingen die zij meemaken. Out of these meetings, I think at least 3 things we have to need to think bigger about.
En vanuit deze meetings kwamen drie dingen naar voren waar wij groter over moeten denken. The first is fruitfulness. Ten eerste is vruchtbaarheid. When you join forces, you grow stronger. Wanneer je krachten bundelt, dan word je sterker. A few weeks ago, all the baby churches came to Breda to help us. En een paar weken geleden kwamen de babykerken naar Breda om ons te helpen. With a powerful time. Krachtige tijd. And that night, were 7 people saved. En die avond kwamen 7 mensen tot bekering. Was a unity anointing of God. Was een salving, was een eenheid daar. And something special was there. En iets speciaals Because gebeurde we're daar. Because we were all there in one mindset. We waren er allemaal in één eenparig. So we helped them. En wij helpen hun. And they help us. En zij helpen ons. That's discipleship. Dat is discipelschap. To help somebody else in his ministry. Om iemand anders te helpen in zijn bediening. So God can bless you in your own ministry. Zodat God jou kan zegenen in je eigen bediening. Give and you shall be given. Geef en je zal gegeven worden. And we need to try and to do things and help. En we moeten proberen om dingen te doen en elkaar te helpen. And we see them grow. The churches are growing. En we zien die kerken groeiden. So this is the spirit of our fellowship that we help one another in the kingdom of God. Dat is de geest van onze fellowship dat we elkaar helpen in het koninkrijk also van God. Also in the difficult times in the corona time. Ook door de moeilijke tijden heen, de coronatijden. These smaller churches were able to just go on and have services. Deze kleinere kerken van ons waren in staat om door te gaan en dienst te hebben. And we have a big vision because we believe that we reach other nations also from our Breda and the churches. En we hebben een grote visie, want wij geloven ook dat we vanuit onze natie en vanuit Breda andere landen en steden kunnen bereiken. When Jesus was in the desert, he was tempted by the devil. Toen Jezus in de wildernis was, werd hij verleid door de verzocht door de duivel. And the devil came. En de duivel kwam. And showed him all the kingdoms of the world. En toonde hem al de koninkrijken van de wereld. Not one or two. Niet alleen maar één of all twee. All the kingdoms. Al de koninkrijken. And the devil said, I will give them all to you. En de duivel zei, ik zal het alles aan je geven. If you bow for me. Als je voor mij buigt. But all the kingdoms. Al de koninkrijken. And Jesus said, yeah, I want them all, but not in your way, but I know I want to have all the kingdoms back for the gospel of en Jesus Jezus Christ. En Jezus zei, ja, inderdaad, ik wil ze allemaal, maar niet op jouw manier. And I believe that. Maar op mijn manier. That's why we can pray for 5 people saved instead of one. We kunnen bidden voor 5 mensen die tot bekering komen in plaats van 1. Why not pray for 5 new disciples instead of one? Waarom niet bidden voor 5 nieuwe discipelen in plaats van 1? Why not praying for a big building for half the price? Waarom niet bidden voor een groot gebouw voor de helft van de prijs? When Pastor Mitchell was years ago in Prescott. Toen Pastor Mitchell jaren geleden in Prescott kwam. They had all the churches in America. Ze hadden alle kerken daar in Amerika. One day he was in prayer meeting. Op een dag was hij in de bid stond. God spoke to him Nogales. God sprak tot hem Nogales. It was a city on the border to Mexico. Er was een stad op de grens met Mexico. They planted a church over there. Ze hebben Nogales, Arizona, en ze planten daar een kerk. Years ago I preached in that church. Jaren geleden preekte ik in die kerk. The American side of the border. Aan de Amerikaanse kant. They had about 90 people. Ze hadden ongeveer 90 mensen. But when they planted the church. Maar toen ze een kerk planten. A lot of Mexicans came over the border to visit the church. Veel Mexicanen kwamen van over de grens om naar die kerk te gaan. But on the other side of the border, there also a city Nogales, Mexico. Maar aan de andere kant van de grens is ook Nogales, Mexico. And when they started the church over there, it was exploding in growth. En toen ze daar een kerk begonnen, explodeerde het in groei. And now is the mother church of the Mexican fellowship. Nu is dat de moederkerk van de Mexicaanse fellowship. With hundreds of churches. Met honderden kerken. Because of the vision of Pastor Mitchell. Vanwege de visie van Pastor Mitchell. And the working of the Holy Spirit. En het werk van de Heilige Geest. Why not believe for your own Nogales? Waarom niet geloven voor jouw eigen Nogales? Because world evangelism is for every church. Want wereldevangelisatie kan zijn voor elke kerk. Believe God for greater things in your ministry. En dat je geloof hebt voor grotere dingen in je bediening. Like Pastor Mayor, he's very fruitful in evangelism. Zoals Pastor Mayor, hij is erg vruchtbaar in evangelisatie. When he's going in the street, always people get saved. Als hij op straat gaat, komen de mensen tot bekering. Why not pray for that same spirit? Waarom niet bidden voor diezelfde geest? And have coffee afterwards, not instead. En koffie na die tijd drinken, niet ondertussen. Because we have to believe for greater things. Want we hebben geloof nodig voor grotere dingen. When you don't see a big God. Als je niet een grote God ziet, you will see a big problem. Zie je grote problemen. The 10 spies saw the giants and the dangers. De 10 verspieders zagen de reuzen en de gevaren. Joshua and Caleb saw the big fruit.
Joshua en Caleb zagen de grote vrucht. And the promises of a great God. En de belofte van een grote God. And I believe fruitfulness is not so much about what we can do. En ik geloof dat vruchtbaarheid is niet zozeer van wat wij kunnen doen. But allowing the Holy Spirit to work in you. Maar dat je toestaat dat de Heilige Geest in je werkt. And don't stop the work of the Holy Spirit. En het werk van de Heilige Geest niet stoppen. He wants to progress. Hij wil doorgaan. He wants to give fruit. Hij wil vrucht geven. We can limit the Holy Spirit by unbelief. Wij kunnen de Heilige Geest limiteren door vanwege ongeloof. The second thing I think is buildings. Think big about buildings. Het tweede waar we groot over moeten denken is gebouwen. We learned a lesson in the corona time. We hebben een les geleerd in de coronatijd. It's dangerous to be dependent on other people who decide if you can have church or not. Dat het gevaarlijk is om afhankelijk te zijn van andere mensen die bepalen of jij kerk kunt hebben in het gebouw of niet. We learned a lesson. We hebben die les geleerd. A lot of people and churches had to close because of livestream. Veel kerken moesten sluiten vanwege livestream. Because that their school or their building was closed in that time. Omdat hun school, een sportzaaltje, dichtging. And the livestream is not bad for a while. En livestream is niet slecht voor een tijdje. But you need your own building in future or perhaps right now. Maar je hebt je eigen gebouw nodig in de toekomst of misschien nu wel. Or perhaps buy your own building if you're a larger church. Of als je grotere kerk bent, koop dan je eigen gebouw. Because people can sometimes decide for us if we can have church. Want anders bepalen andere mensen of wij kerk kunnen hebben, ja of nee. And we need our own buildings, I think, independent. We moeten ons eigen gebouw hebben. So one of our pioneers was in a school. Een van onze pioniers was in een school. And we were discussing that in that meeting. En wij discussieerden dat. Wij discussieerden with dat with in the pioneers in Breda. Met de pioniers in Breda. And he was not satisfied in the school. Hij was niet tevreden daar in de school. And he was just looking around in the city. En hij keek wat rond in de stad. And he saw a building. Hij zag een gebouw. Found the guy who was the owner. En hij belde de man die de eigenaar was. Found out it was just new building. En hij vond uit dat het een nieuw gebouw was. And could have a good agreement for the building. En hij kon een goede deal maken met het gebouw. And get out of the school. Uit de school gaan. In that building. In dat gebouw. Just before the corona period started. Vlak voordat corona begon. And he could go on with services. En hij kon gewoon doorgaan met zijn diensten. Pastor Naldo Tielman was also there. Pastor Naldo Tielman was ook daar. He's in Zoetermeer. Hij is in Zoetermeer. And he was in a little building in the Catholic church. Had een klein zaaltje van de katholieke kerk. And before service you had to turn around at all the pictures of the popes and the saints. And voordat hij de dienst kon hebben, dan moest je al eerst die beelden even omdraaien. Cover all the statues of the... Amen. Al die beelden even een doek overheen gooien. Kick out all the demons. Amen. Al de demonen eruit. It's a lot of work. Heel veel werk. And it was a small building. Klein zaaltje. But he got inspired by the story of that pioneer. Hij werd geïnspireerd door dat verhaal van die andere pionier. Because he had to go, they closed the church, he had to go home. Want zij sloten de kerk en dus hij kon niet doorgaan. He was looking for another building. Hij zocht naar een ander gebouw. First of July he had his first service in a new building. En 1 juli had hij een dienst in een ander gebouw. And in 1 or 2 months he grew with 10 or 15 people. En in 1 of 2 maanden groeide hij met 10, 15 mensen. And at the baptism service with 55 people, the whole building was packed already. En hij had een doopdienst met 55 mensen, het hele gebouwtje was al vol. Don't wait if your building is full. Wacht niet totdat je gebouw vol is. Think big and look ahead. Maar denk groot en kijk vooruit. And if you look for a building. En als je kijkt naar een gebouw, zoek naar een gebouw. How are you looking for a building? Hoe dan? Are you looking around? It's a difficult city. En kijk op een manier van, moeilijke stad. Everybody says it's too expensive here. Iedereen zegt dat het te duur is hier. I think the right mindset is. Ik geloof dat de juiste gedachte is. You look for a building. Je kijkt naar een gebouw, you zoek naar een gebouw. Pray to God. Je bidt tot God. God is your city. God, het is uw stad. It's your plan. Het is uw plan. You have a building. U hebt een gebouw voor mij. I don't know where it is. Ik weet niet waar het is. Open my eyes. Open mijn ogen. And give me the building. En geef mij dat gebouw. Years ago in Ede. Jaren geleden in Ede. I was Ede. Praying for a building. Ik bad voor een gebouw. Literally, the Holy Spirit said, get in your car. En de Heilige Geest zei tot mij, stap in je auto. I was driving around in Ede. En ik reed daar wat rond. And the Holy Spirit was giving instructions. En de Heilige Geest leidde mij als het ware. Go left, go right, go here. Ga links, ga rechts, ga daar. And he led me to a school building. En hij leidde mij naar een schoolgebouw. And we for years later on we had that school building and we had revival in that school building. En voor jaren hebben we dat schoolgebouw gebruikt als kerk. I was just in the city, I didn't know.
En ik wist het niet. So sometimes you don't need navigation, amen. Soms heb je gewoon geen navigatie meer nodig. You need the Holy Spirit, amen. Maar je hebt de Heilige Geest nodig. So if you have a larger church, als je een grotere kerk hebt, perhaps it's possible to buy a church building. Het is misschien mogelijk om een kerkgebouw te kopen. We have a bank in Holland. We hebben een bank in Nederland. We specialize in having loans or mortgages to only to churches. Die gespecialiseerd is in het geven van leningen alleen aan kerken. Low interest rates. Voor lage rente. And they help us in a time as this. En ze helpen ons in dit soort tijden. And when you need another building, it's spiritual and practical. En een nieuw gebouw is praktisch en het is ook geestelijk. There's always praying and fasting. We dus bidden en vasten. Because you need approval of the city council. Well, je hebt toestemming nodig van de gemeente. And the owner many times to get a lower price or a good contract. En met de eigenaar, je kunt vaak een lagere prijs krijgen, beter contract. But it has also be in your mind. Maar heb in je denkwereld. You go to bed with the building. In your mind. Amen. Oh. Je staat ermee op, je gaat ermee slapen. Unless you have a big bed, but normally... Amen. So you are consumed about it. Je bent daar helemaal door in beslag genomen. That God will open doors. Dat God een deur opent. And you know it is a lot of work. En je weet het is veel werk. But if God is opening doors. Maar als God deuren opent. He also will provide in finances. Zal hij ook voorzien in financiën. And I think that's the third issue. En dat is het derde gedeelte. Fruitfulness, buildings and resources. Vruchtbaarheid, gebouwen en bronnen. Money is spiritual. Geld is geestelijk. Some Christians, some disciples, some pastors are always blessed. Sommige christenen, sommige pastors, sommige kerken zijn altijd gezegend. And others are financial, just surviving. En anderen die overleven maar net. Always on the edge. Altijd op het randje. Just enough. Net genoeg. Why is that? Waarom is dat dan? Now some have the wrong view of money. Sommigen hebben een verkeerd beeld van geld. First, of course, you have to give your tithes. Natuurlijk moet je tiende geven in de eerste plaats. But also be liberal. Maar ook wees vrijgevig. Give pledges. Geef pledges. Be involved in world evangelism pledges. Wees betrokken in de wereldevangelisatie. And believe what God says. Geloof wat God zegt. In Luke 6:38. In Lucas 6 vers 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. So what kind of measure do you use? Wat voor maat neem je dan? Perhaps you never tip in the restaurant. Perhaps you never tip in the restaurants. Oh, je geeft nooit een fooi in het restaurant. Perhaps your tithing is like 135.46 cents in tithing. Jouw tiende is afgemeten 135 euro en 46 cent. I was calculating exactly 10%. Ik heb precies berekend, precies 10%. Or you're always looking for the cheapest things in church to buy. En je zoekt altijd naar de goedkoopste dingen. Because you think God cannot give you the good and the best things. Want je denkt dat God jou niet het beste kan geven. But if you think about the tabernacle and the temple. Als je nadenkt over de tabernakel en over de tempel. It was full of gold and silver. Het was vol met goud en zilver. So God is not a stingy God. God is niet een gierige God. I think we need to pray for more money come in. En we moeten bidden voor meer geld. Be liberal yourself. Wees zelf vrijgevig. And God will give the results. En God zal resultaten geven. Because our God is a generous God. Want God is een vrijgevige God. But we have to use the resources. Maar we moeten die bronnen wel gebruiken. And try some things. En dingen proberen. Like Pastor Mitchell years ago, he bought the building where they are now. Jaren geleden kocht Pastor Mitchell het land waar ze nu de kerk hebben. At that time the property was outside town. En in die tijd was het ver buiten de stad. Nothing happened over there. Daar gebeurde helemaal niks. But now there's a highways over there, buildings and airport. There's a lot of activity over there. Maar nu is er de snelweg, er zijn gebouwen, er is het vliegveld, allerlei activiteit. And Pastor Mitchell told me, he said, I believe God blessed us because we stepped out in faith, bought it, and God did all those things around it. En Pastor Mitchell zei, ik geloof dat God ons gezegend heeft, want we hebben op dat moment een stap in geloof genomen en alles valt op zijn plek. Now, some people are always short in money.
Sommige mensen hebben altijd tekort. And I think then you do something wrong. Dan doe je toch iets verkeerd. Perhaps you don't tithe. Misschien betaal je niet je tiende. That's the beginning. You don't have enough. En dat is het begin. Dan heb je niet genoeg. And we have to come out of that place. En we moeten daar uitkomen. And the second faith, you could say, that's like the widow of Sarefat. En tweede geloof is mate van geloof is zoals de weduwe van Sarefat. She had just enough. Net genoeg. Daily she had enough to live on. Dagelijks had zij genoeg om van te leven. And there was a miracle in the middle of the famine. Er was een wonder te midden van de hongersnood. But I believe God has more for us. Maar ik geloof dat God meer voor ons heeft. And the third place, I think, is abundancy. En de derde plaats is overvloed. When Jesus was breaking the fish and the loaves of bread. Toen Jezus de vissen en de broden brak. There were 7 and 12 baskets were left over. Er waren 7 en 12 manden nog over. And it was a statement, I think. En dat was een verklaring. Out of a few loaves and fish, there can be a multitude, but also abundancy. En dat er vanuit een paar van deze broden en vissen, dat er een overvloed kan zijn. So abundancy is enough to live on and something extra to give away or save or invest. Overvloed is genoeg om van te leven en nog meer om te geven en te investeren. So that's God's standard. Dat is God's standaard. Abundancy. Overvloed. We have to think bigger about money. We moeten groter denken over also geld. Also that you can save money in your church. Ook dat je geld kunt sparen in je kerk. One pastor told me, at the moment I decided we need some savings, miracle money came in. Een pastor vertelde mij, op het moment dat wij besloten om geld te sparen, kwam er meer geld binnen. And eventually you can grow on and you can, in the fourth stage, that's resources to provide for others. En in het vierde stadium heb je bronnen die je kunt gebruiken voor anderen. That God gives you resources to help. God geeft je bronnen om te helpen. To invest and to show God's honor to people. Te investeren en God te eren ook door andere mensen. Like Joseph in Egypt. Zoals Jozef in Egypte. The whole world came and bought some food in Egypt and heard about the God of Israel. Dat de hele wereld kwam naar Egypte en naar Jozef en zij hoorden van de God van Jozef. And I think for world evangelism we need also this stage of abundancy, but also providing for others. En in wereldevangelisatie behoren wij die denkwereld te hebben. So how do you come from one stage to another? Hoe kom je dan van het ene stadium naar het andere? De Bijbel zegt in 2 Corinthians 9:6. De Bijbel zegt in 2 Corinthians 9 vers 6. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Bedenk dit: wie karig zaait zal karig oogsten, wie mildelijk zaait zal ook mildelijk oogsten. So you have to give to bless. Je moet geven om gezegend te worden. To connect yourself with world evangelism to your mother church or to Zwolle. Connect yourself in wereldevangelisatie met je moederkerk of met de Zwolle kerk. Be liberal and give. Wees vrijgevig en geef. Because at the moment you start doing that. Maar op het moment dat je dat doet. More money will come in. Komt er meer geld binnen. And then because you planting the seed, you will see the results. En omdat je het zaad plant, dan zul je resultaat zien. Now finally, let's see God is reacting on our faith. Laten we tenslotte kijken naar dat God reageert op ons geloof. So we are so blessed with our fellowship and the vision of Pastor Mitchell. We zijn zo gezegend in onze fellowship en met de visie van Pastor Mitchell. But we need also the bigger vision, a great vision or big thinking. We moeten ook een grotere visie onszelf hebben en groter gaan denken. So how can you do that in practice? Hoe kun je dat dan praktisch doen? To end, first I think we need to pray specific for these things, what we want. We moeten specifiek gaan bidden voor de dingen die wij graag willen zien. In our text, the Bible says, if you ask anything in my name, I will do it. In onze tekst zegt het, wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. So pray for specific things. Bid voor specifieke dingen. One of our pastors is praying for a building for half of the price. Een van onze pastors bidt voor een gebouw voor de helft van de prijs. And he was sending a letter saying it's too expensive. I will offer you this, and he's praying about it, and we'll see what God's going to do. En hij heeft een brief gestuurd van jullie vragen te veel, en hij heeft de helft geboden, en hij gaat gewoon zien wat God gaat doen. So what do you need? More people added to the church? Wat wil je zien dat er meer mensen toegevoegd worden aan de kerk? The Bible says, pray in my name. Bid in mijn naam. That is literally asking only things according to his name, character and will. Dat is dingen vragen overeenkomstig
Gods naam, zijn karakter en zijn wil. But God is a God of abundancy. Want God is een God van overvloed. He wants us to step out in faith and pray boldly. Hij wil dat we uitstappen in geloof en vrijmoedig beginnen te bidden. He wants us to use his name and praying in his name. En dat we zijn naam gebruiken en bidden in zijn naam. Meaning also praying in his authority, his power. Dat we bidden in Gods autoriteit en in zijn kracht. So that is getting inspired by God. Dat is wat betekent om geïnspireerd te worden door God. Because the Bible says without faith it's impossible to please him. Want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. So the first thing, get inspired by God. Word geïnspireerd door God. Pray perhaps fast a day or perhaps more to get inspired by God. Bid en vast een dag, vast meer dagen om geïnspireerd te raken door God. To get inspired by God. En geïnspireerd te worden door the God. The second thing is get inspired by people. Ten tweede, word geïnspireerd door andere mensen. Surround yourself with people who think big. Omring jezelf door mensen die groot denken. Sometimes I have the privilege to make a sermon with Pastor Klok or Schoutema or... Bert Deres of Kenneth van Vliet, people who are experienced. Soms heb ik het voorrecht om preken te maken samen met die pastors die je net noemde. So you get inspired by people who think big and have faith. En dan kunnen we geïnspireerd worden door elkaar en groot gaan denken. And you can surround yourself with midges in faith. Je kunt jezelf ook omringen met dwergen in geloof. And feel very good about it. En daar jezelf heel goed over voelen. And you're not growing, but shrinking to the same level. Maar je groeit niet, maar je krimpt tot datzelfde niveau. So get inspired by people. Word geïnspireerd door andere mensen. Work together with others in their ministry. Werk samen met elkaar in bediening. Make sermons together. Maak preken samen. And in your church, say yes to initiatives and ideas of people in your church. En zeg ja op initiatieven die mensen hebben in je kerk. Don't do everything yourself, although you can. Doe niet alles zelf, ook al kun je het wel. Use their talents. Maar gebruik hun talenten. And grow together. En groei samen. Then they learn to think bigger and work harder. En dan ga je samen groeien en gaan zij ook harder werken. And finally... We put it in practice. En tot slot, wij brengen dat in praktijk. Do things for God. Doe dingen voor God. Mustard seed is very small. Het mosterdzaadje is heel klein. But very powerful if you use it. Maar heel krachtig als het gebruikt wordt. And if you speak in faith. Als je spreekt in geloof. I believe. Geloof ik. God, what you promises is true. God, dat wat u beloofd hebt is waar. We have a bigger building for us. U hebt een groter gebouw voor we ons. Have more people for us. U hebt meer mensen voor ons. Not only visitors, but people who stay are discipling. Niet alleen maar bezoekers, maar mensen die blijven en discipelen worden. I believe it starts in our mind. Maar dat begint in ons denken. By thinking big. Door groot te denken. Amen, that's all I have. Dit is alles wat ik heb, dankjewel. And we're going to have a short break. A few announcements, or one announcement is for all the pastors. There will be a pastor's business meeting after the third seminar of 11 o'clock. So for all the pastors, be sure to be there after, just to stay here actually after the service of 11 o'clock. Amen. Let's pray for the food. We have a short break. Let's make sure to be back 5 to 11. Amen. Let's pray. Father, we thank you for the words spoken this morning. I want to thank you for your encouragement and your guidance through the sermons. Father, I want to ask a blessing over the food. In Jesus' name, amen.
Thank you.
Again, I mean, we're going to have some tremendous sermon, amen, this morning with Pastor Greg Mitchell. I mean, open your heart, amen, when God wants to speak to us this morning, amen. Amen. Thank you. Let's go right into God's Word. If you have your Bibles, turn to the book of Genesis. Chapter 3, and that is where we're going to read in the Word of God. Pastor Stuart Briscoe said he was doing a funeral many years ago for a war veteran. As part of the ceremony, they asked him, at the conclusion of the ceremony, we want you, Pastor, to lead all of his military friends from the casket. You're going to march out. The side door came to that point in the service where he did, and they solemnly turned, and of course, the military men marching right behind him, and they had told him, the side door over there,
Stuart Briscoe solemnly is walking ahead, opened the door, and he walked into the closet. And all of the military men were following him into the closet. And so had to stop and very embarrassed, turn around, go in another direction. So the moral of that story is if you don't like where you're winding up, you have to begin by looking at the one who is leading you. I want to make a statement, and that is almost all failure in business, sports, politics, or even the kingdom of God, it often comes back to a failure of leadership. The scripture we're going to read is the first failure in the entire world. The story of Adam and Eve, it begins with a failure of leadership. I want to minister a message I've entitled Leadership Failure. And let's begin reading at verse 6, I believe it is. And the Bible says, when the woman saw that the tree was good for food, it was pleasant to the eyes, a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. They sewed fig leaves together and made themselves coverings. They heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So he said, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." And he said, "Who told you you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" And then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate." Leadership failure. Let's begin. Let's talk about failure to lead. In the scripture we read, this is foundational. The book of Genesis means beginnings. Whatever you read here applies to all of life for all of time. And in this scripture, God places the responsibility of leadership on men. There were overall instructions that God made. Apparently, he said it to both Adam and Eve. He said to both of them, "Be fruitful, multiply, have dominion." Both Adam and Eve, they were there when God gave those instructions. But the Bible records there were instructions that God gave only to Adam. Genesis 2, 15 and 17, he placed the man in the Garden of Eden to tend and to watch over it. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden except the knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Scholars believe that Adam heard that alone. Eve wasn't there. So that tells us then, it was Adam's responsibility to lead his wife, and in this case, it was his duty to pass on the commands of God to her. Leadership. It is the man's job to lead. Now, the problem is, of course, when men fail to understand the role of leadership and what it means to be a leader. Let me tell you what leading is not. Leading is not ordering. Leading is not commanding women and children. Leadership is not announcing to your wife, "You have to listen to me." Why? Because I'm in charge, woman. A man named Rehoboam, he tried ordering people to listen to him and to follow him simply because of a position. "I'm in charge here." And it caused destructive chaos. Listen, leadership is not simply a position. It is not simply a title. Some people, you get the sense, they feel led, that they're impelled, they have to tell you they're in charge. Listen, if you have to tell somebody you're in charge, you're not. Because that's not how leadership cuts. You don't
You don't lead by announcing. I'm in charge here and everybody has to do what I say. I always know that we have trouble when, a man, the only verse of the Bible he's going to quote to his wife is, submit. Woman, see there in God's word, you have to submit. That will never work. Because what happens is wives wind up resenting their husbands. And if you're in the ministry and that is your idea of leadership, then I promise you, your wife will simply wind up hating the ministry. So that's what leadership is not. So then what is leadership? You have to understand the role of leadership. We lead, number one, by instructing. Apparently this is what Adam did not do well. Taking the time to explain what needs to be done, and almost even more important than what is why. Why do we need to do that? And when we read about Eve being tempted by the serpent, she tells him, God told us to eat from the tree, and then she adds it, or touch it. But that wasn't what God said. So somehow Adam failed to instruct his wife accurately on what God wanted them to do. This is part of leadership. Leadership is not ordering and commanding. It's involving your wife in discussions, talking through. And very, very important is the ability to explain why. This is what we're going to do. This is what I feel God wants us to do. But most importantly, this is why we're going to do that. Because, you know, there are people in the world that even if they don't understand, they'll do it anyway. But most people, it really helps them to understand why. And Adam failed to instruct. We lead by including. This is a crucial part of ministry. Is letting your wife know that she is a crucial part of your future. Letting her be a part of your life and your ministry. You do this by including her in your conversations of your hopes and your dreams and your vision for life. Listen, to God, He calls couples. Your wife is not an afterthought. God is not looking for the man saying, you, my brother, are going to do the will of... Oh yeah, you're married. I guess she can come too. That is not how God views it. Ministry is two by two. Ministry, this is important. I'm not talking about discussing counseling. I don't discuss counseling with my wife. I don't tell her the things that people tell me in private. You're not going to believe what they did. That's not her business. And part of the reason why it's not her business, she can't handle it. Men can compartmentalize. They can hear terrible things and then move on in life. Women sometimes can't do that. But you know what it is what I do tell my wife, I rejoice when there's a victory, when someone tells me that they have been delivered or God has helped them in some powerful way. I make sure to include my wife in those conversations. We rejoice together. Why? Because she's a part of it. I share my future plans in some ways. This is what I'm hoping God will do. With my wife, I discuss not people's counseling, but I sometimes discuss my fears. There are things that I'm concerned about in my life or in the future. That doesn't weaken the relationship. That it strengthens because I'm including her in my life and my ministry. We lead, thirdly, by valuing. One of the crucial aspects of marriage, husbands are commanded, love your wives, or literally give her value. Show your wife she is important. One of the most common mistakes of those involved in ministry is to give their wives the impression that she is not important. You know, a complaint I've heard for so many years, one of the most common complaints from pastors' wives is, my husband has time for everyone but me.
They will tell about somebody in church. They have a need or a crisis. Their husband will drop everything and rush to help them. But if she needs something, she's being a bother. That doesn't work well. You're giving a message that she's not important. Part of valuing is being sensitive to her needs, and those may be seasonal. At different situations, at different points in time, you're going to discover your wife has needs. They are different than they were at another point in time. You have to recognize that. She needs more attention at times. She needs more reassurance. Proverbs 27:23, be sure to know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Listen, if a farmer needs to do that, he says, pay attention to what your animals need. If that's written about a farmer with cows, how much more a man with the most precious thing in his entire life, his wife? 1 Peter 3:7, husbands, dwell with your wives according to knowledge. One of the most foolish statements that I ever hear men say is when they say, I can't understand my wife. I have no idea what that woman wants. You know why that's a foolish statement? Because your wife has probably told you what she wants about 5,000 times. But you just don't want to hear it. The Bible says, dwell according to knowledge. Find out what she needs. And therefore, meet those needs. That is your calling. Adam and Eve were placed in the garden because God had a calling, but when he failed to lead his wife, it affected everything. A woman named Anna Stanley, she filed for divorce from Charles Stanley, who's a famous pastor in America. He's on TV. She divorced him in 1993. At that time, they had lived apart for a year. The only public statement she's ever made, she sent a letter to the congregation where they were pastoring, and she said, long ago, my husband Charles, in effect, abandoned our marriage. He chose his priorities, and I have not been one of them. This man is a communicator. He's a Bible scholar, but she says, but I was not important to him. That's a failure to lead. Let's talk secondly about a failure to stand. When you read the story in chapter 3 of Eve giving in to temptation and then Adam, it kind of sounds like, you know, Adam came home after work. You know, I came home after a hard day working in the garden, and then like, what? You did what? You ate from the tree? But that's not the way it was at all. In actual fact, you know, Adam was right there with her while she was being tempted. Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes, desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. And she also gave some to her husband who was with her. And he ate it. So it wasn't an afterthought. He came later and found out what she'd already done. He was right there. So this was a failure. Number one, he failed to protect her against damaging influence. Adam had been given a very clear command from God. Keep, in the King James Version, keep the garden. Version we read said, watch the garden. It literally means guard the garden. Adam, your job is to keep out intruders. Do not allow anything in the garden that would affect or change you, your wife, or your ministry. Demonic powers will seek access to your wife. You have to fight in prayer. Husbands, you need to pray for your wives. Whether that is in your own personal prayer time. My wife and I, we don't have a daily routine where we pray together. But I'm going to tell you, there are strategic moments in time where things are going on. Is our response, let's pray together. I'm praying, I'm rebuking demonic assaults off of our home or off my
wife or whatever is going on. There are people that are harmful. Adam seeing the serpent, that was an intruder. Wasn't supposed to be there. But he failed to deal with that. There are people that are serpents. You need to understand that. There are people that have a bad spirit. There are people that are rebellious. If your husband, listen to me. If you know that your wife has relationship with someone who is a divorce evangelist, a bitter root who's speaking against marriage, you better deal with that. Rebels. I don't care if they've been friends since Noah got off the boat. No one can survive rebellion. You better deal with that. Protecting your wife. Part of that, as I said, I don't tell my wife counseling. She doesn't need to know some of the nonsense that I have to hear in my own head. That's not going to be healthy for her. I don't come and spew out everything that I've just heard in a counseling session. Why? Because I am guarding her. It's not healthy for her heart. The other thing is that Adam failed to stand up to her desires. You know, it's incredible. When you think about this, Adam and Eve are standing there. He lets the snake come. That's mistake number one. And here it is. She's thinking about taking the tree, the fruit from the tree of life. Why didn't he just say no? Why didn't he say absolutely not? Why did he say you're kidding, right? He let her take of the fruit of the tree. Why would you do that? Maybe it's because he's lazy. Some men, they're lazy. They, you know, to work things out or to, you know, to try to have to put boundaries in life. That's going to be such a, I can't be bothered. So they just, their attitude in life is whatever, dear. That's a failure of leadership. We don't know Eve's personality. Maybe he didn't want to cross her. Maybe she was a little fireball. He didn't want to face her anger. Maybe he didn't want to face her emotions, her tears. Maybe he didn't want her to punish him by giving him the cold shoulder. But for whatever reason, Adam lets her have her way. And he had heard from God, that will kill you. Knowing that it's destructive, he lets her have your way. Listen to me, men. Letting your wife have her way, it doesn't save you any trouble. That's how men think. It can be a fuss or me talking and I'm tired. I don't want to mess it. Okay, dear, whatever. Sure. Knowing that's not good because that's going to save me. It didn't save you any trouble. All you do is you push the cost to a later point in time. And usually when you wind up paying the cost, it is far more expensive and far harder to correct than it would have been if you would have dealt with it back then. So, but I stress to men, I know right now there are men, you go, yeah, okay, I'm going to lay down the law, woman, you're going to. If you fail to meet the needs of your wife, if you fail to value your wife, standing up to her is actually going to cause you real damage. You cannot begin by laying down the law. You have to begin by loving, by valuing, by meeting her needs. You know what? Service gives you the credibility to be able to deal with issues. 1 Kings 12:7, they said to Rehoboam, you should be like a servant to the people today. If you serve them and give them a kind answer, they will serve you always. Here's Rehoboam. He said, I'm in charge here. I'm going to tell you what a powerful man I am. And he had some people who were giving him wisdom. Listen, that's not how it works. If you will serve these people, then they'll listen to you. If you just start ordering first, exactly what happened, he laid down the law and caused a huge
division. Let's talk finally about the failure to take responsibility. Because this is the third failure, is that he tries to pass responsibility. Verse 12, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. When it comes time to, now there is a mess. Adam, where are you? What's going on? And he will not take the responsibility for this. Maybe that's fear of consequences. Maybe that's just pride. And I hate to say it, but men, as a gender, we're filled with pride. We hate to lower ourselves in any way sometimes. And so what does he do? It's not my fault. That woman, it's her fault. If I had a better woman, matter of fact, God, weren't you the one who gave this woman to me? Now, that may make you feel better temporarily, man. If you feel, you know, I could be soaring to the heights if it wasn't for her. The most common reaction of men who have troubles in marriage is to blame their wives. Oh, and men can tell a good tale. You don't understand. She's unreasonable. She's demanding. Can never be pleased. You can get all other men to go, I hear you, bro. That's right. You can tell the world, hey, it's only because she rides a broom, I'm telling you. But God doesn't accept it. Blame has consequences. First problem with blame is it affects your relationship. How do you think Eve felt when she heard her husband? You know, Adam, what did you do? It was her fault. Oh, I bet that was a happy conversation that night at dinner, don't you think? That will play out in your relationship. You can tell other people and get them to agree, but oh, you're going to pay in your relationship. You know, the root of much tension and conflict in marriage is when a man is passing blame. That doesn't sit well with a wife. Second thing is your relationship with God. Proverbs 12:22 says, lying lips are an abomination to the Lord, but they that deal truly are his delight. 1 Peter 3:7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. The Bible says this affects your relationship with God. It's fundamental. You are coming to God. I want to have a great relationship with you, God. I want to pray to you and have you answer my prayers. But God says, but I've been watching how you treat your wife. That's not going to work for me. Destiny. This is the great tragedy, is men who fail to take responsibility, they lose their destiny. They fail to ever enter into destiny. 1 Peter 3:7, as heirs or inheritors with you of the gracious gift of life. Listen to me, gentlemen. You inherit together or you lose destiny together. Your future depends on accepting responsibility. Because in our scripture, God ultimately holds men responsible. Genesis 3:9. But the Lord called the man and said, where are you? I want you to notice this. They both sinned. You could make the argument she sinned first. But when God came looking for them, he looked for Adam, not Eve. That doesn't mean that what she did was not important. But God is making a statement. He says, men, you are ultimately responsible. That's why in 1 Timothy 3, one of the ministry qualifications of pastors, it says, husband of one wife. Isn't it interesting? It doesn't say wife of one husband. So, you can tell yourself, you can tell your friends, you can tell the world that it's all your wife's fault, but God doesn't accept that. We are a masculine fellowship.
We have men in leadership. But let me tell you something. Part of that is a responsibility. It's not just, yeah, woman, we're in charge. Part of that is awesome. Because in your relationship, God comes looking for the man. Exodus 4:24, it came to pass on the way at the encampment that the Lord met Moses and was going to kill him. Now, his wife was the one who wasn't happy about the whole circumcision thing, but the Bible says God's not going to kill her, he's going to kill him. Because men are responsible. And if you spin any other tale about responsibility, you're violating the Bible, because the Bible says men are responsible. So God's answer for their sin and for Adam's failure was blood sacrifice. Verse 21, the Lord made clothes from animal skins from the man and his wife and dressed them. Some scholars believe there may have still been blood dripping from these skins. So Adam accepted the skins of a slain animal. By doing that, he's saying something. He was saying, it was me. I am responsible. I deserved the punishment that came upon this animal. You know what? In a relationship, healing begins there personally. I see people that at the point of honesty, sometimes that involves confession, they begin to change. God is able to help them because that's where healing begins personally, but healing may begin relationally. I've seen marriages transformed when a man will take responsibility. Many, many years ago, I counseled a couple. They had nonstop fighting. I mean, in the counseling room, they are absolutely still fighting, and he is blaming his wife. It's all her fault. I rejected that. I showed him why from the Bible that he was responsible. I urged him to change his ways. That doesn't mean she didn't need to do anything, but I'm trying to say, bro, you are responsible. You better take responsibility. Let your wife know that you love her and value her. Some of the things that you are not liking about your wife are a reaction because you're not meeting her needs. He tried it. And I mean, the last time I spoke to him, I thought, I don't know if there's any hope for them. They were bitter fighting. He took my advice, apologized, took responsibility, and I saw them one day leaving church holding hands. And I mean, this was so shocking. I said, what happened? He told me he had taken responsibility, and he said, you know what, Pastor? She said she's proud of me. That's a whole other sermon in itself on the power of a wife. But when he took responsibility, the marriage began to heal. Destiny begins there. God may be able to bring you into destiny and take you on to greater things if you take responsibility. I close with this. Many years ago in America, there was a college football coach, Bill McCartney. He was the coach of the Colorado University football team. He had already won a national championship. He was one of the highest paid coaches at that time. But he announced one day that he was resigning from football altogether to spend time with his wife. People were like, why would you do that? And he said, I see an opportunity to put everything on a back burner and have a marriage become all it's capable of being. He said, the glory of a man is his wife. Nothing tells you more about a man than what you see in his wife. When you look into the countenance of a man's wife, you will see everything he has invested or withheld up to that point. You will see what kind of character he has. Here's and then I pray that the point of this sermon is not that we have tons of pastors that resign. That's not the point of this sermon. But wouldn't it be better if you take responsibility? If you say, listen, there are things I don't like in my wife, and I help put them there. I failed to
heal some things. I failed to lead. I failed to instruct. I failed to stand. But now I'm going to, because I want my marriage to be all that it can be. I want to enter into destiny that God has for my life. Let's bow our heads. Thank God all across this place. Everywhere you're watching right now, then I'm giving you a challenge. I talked about taking responsibility. Healing comes when you own up. And part of that is your sin. That's what the Bible says. If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. To confess simply means to say the same thing as, to agree with God, His opinion. The Bible says we all have sinned and fallen short of the glory of God. If you're here or you're watching right now and you're not right with God, I want to give you an opportunity. You could confess before God. You could tell God, I am responsible. I've rebelled against your word and I want to change. And God could reach down and do a miracle inside of you. While our heads are bowed, if you want that, I'm going to lead you in a prayer. I'm going to help you to pray, to confess before God and ask God to save you. I want you to say this out loud. Say, Father God, I confess I am a sinner. I have broken your laws and your commands. God, I don't want to live that way anymore. I choose to turn away. I believe in Jesus Christ, that He died for my sins. I ask you to forgive me. Come into my heart. Help me to live for you from this day on in the name of Jesus Christ. Amen. God, touch them who have prayed. Do miracles and help them. In the name of Jesus Christ, I pray that you will transform from the inside out. Help them to live for you from this moment on in Jesus' name. Amen. Thank God. Then in a moment, the pastor is going to come and allow you some time to pray and lay hold of God. But I challenge every man that is here, if you're married, or you're going to get married, take responsibility, lead in love. Value your wife. If you do that, the Bible says that you can form a team that cannot be quickly broken. You can enter in. Some of you have made mistakes up till now. And I know one of the lies of hell is that my wife will never let me change. That is a lie. I can tell you from personal experience. Women are responders. They might not do backflips the first day you announce you're going to try to do right. Maybe that's because you've said that so many times before. But if you'll take responsibility, God made women to respond. And if you will genuinely cry out to God, I need to change. I need you to help me in my marriage. She will respond. God will do miracles for you. He'll help you. So the pastor is going to come. He's going to have a time of prayer, and I'm encouraging you to lay hold of God for your marriage. There are wives here. You can make this process harder. You can make it easier. It's up to you. If you take this sermon and say, yeah, see, I told you so, it's probably you're not going to get the result that you want. But you can play a part in receiving. When your husband wants to change, encouraging him, being a part of what God is doing in his life, and then God can bring you into destiny. God bless you. The sermons of this morning, the sermon of Pastor Peter Mayor, amen, to be an influencer, or maybe about the sermon of just thinking big, or the last sermon, let's take time to really pray and search God as we sing a song. Jesus, we enthrone you. We proclaim you as King. We lift you up with our praise, and as we were.
worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you as King. Standing here in the midst of us, we lift you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, amen. Let's all stand together, sing the song, Jesus, we enthrone you. We proclaim you as King, standing here in the midst of us. We lift you up with our praise, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your amen. Place. Let us worship God this moment. Hallelujah. Let us close in prayer. Father God, we thank you this morning for the tremendous sermons that we had, Father, that you spoke to our hearts. I want to ask a blessing over this afternoon. We would like to ask you to move also through the pastor's business meeting. And we want to ask you to bring us back this evening in Jesus' mighty name. Amen. And so for the pastors, stay here. There will be in a couple minutes, the pastor's business meeting will start. And we will have a good time. Amen.